Zo, zo. Zo, zo, zo. Paffie. Paffie wiet. Zoals ze in Frankrijk zeggen. Paffie. Numero wiet. Ja, ja. Nou, daar zijn we dan weer. Ik heb een nieuwe audio setup, dus als er iets is, als je me niet hoort, als er iets, als er shit is die er is, dan laat het me weten. Ik heb alles anders uitversterkt. Ah man, ik zit al, ik ben hier nu, dankzij Elver Fun, want zonder hem had ik het niet gelukt om de studio op te zetten. Die is mij tot de redding gekomen, helemaal vanuit tussen de rivieren, doorgereden hierheen. Betuwe. Hij mag niet voor wel meepraten. Smoke je niet? Ja. Je wil niet gezien worden, maar. Nee, ik wil wel gezien worden, maar niet door iedereen. Oh, nou, het scheelt dat we zenden uit op Odyssey. Dus normaal zitten er dan net wel 100 man te kijken of zo. Maar het zijn er nu 19. Oh, dus lekker rustig. Geest. We gaan nog net niet negatief. Ja, nee. Ja, het is. Ja, het is heel even karig als je niet op YouTube mag. Hè? Dat is dus heel veel mensen vragen dan ook van, ja, waarom ga je niet van YouTube af? Waarom? Nou ja, kijk, dit dus. Ja. Ik heb het net zo hard gemarket. Al mijn externe kanalen op Rumble en Telegram en Twitter en Facebook en WhatsApp. Maar ja, dan weet je 19 mensen te verzamelen, weet je. Dus dat is even andere koek als dat je gewoon op YouTube live gaat en in één keer bab, zitten er gewoon 100 mensen. Ik maak het al mee in de Discord, Peter. Dus zat ik nog even na te chillen van de Bosperians. En ik denk van, nou, er komt nog wat bij je bijval. Nou, één iemand via de chat hier. Hè? Die kon niet praten, mensen liggen op bed. En dat was wel laat. Maar op Discord is het ook zo rustig in de voice. Dan zeg ik, qua berichten gaat het wel, maar... Terwijl je daar toch leuk met elkaar... Ja, je kent van alles. Even kijken, voor de mensen die kijken op een Club Allehoed, want daar zitten er ook, zijn ook 6 mensen die zitten in de chat van Club Allehoed. Mijn eerste ingeving was eigenlijk meteen zeggen van oké, ik ga het helemaal op Telegram doen. Ik had Club Allehoed als chat klaarstaan, daarom is ook nu in Club Allehoed op Telegram alleen de tekstmodus aan. Dat is nu nergens goed voor, maar dat was heel even zodat ik dan de Club Allehoed kon gebruiken als, hier, als dat ding daar, de chatvenster. Maar het is nu gewoon de Odyssey pagina. Dus als je inderdaad gewoon naar de Odyssey gaat, dan hoef je lid te zijn, hoef je niet eens account aan te maken. Volgens mij kan je gewoon naar Odyssey. Waar zeg maar gewoon die livestream op is. En dan kan je gewoon mee chatten, net zoals op YouTube. Dus dat is een leuk alternatief. Dat is wel weer. Ja, en dan kan ik ook gewoon rustig hier mijn Club Allehoed dingen gebruiken voor andere dingen. Ik kan wel even Club Allehoed wel maar even. Één deur dicht gaat, Peter, gaan soms voor 3 deuren open. Oké. Ja, dat is wijs van je. Ja, het is wel het idee. Ik bedoel, ik hoorde die blok. Ik denk, nou, dan is het tijd om even die andere kanalen wat op te pompen, weet je wel. En het is wel een beetje jammer van het momentum wat je hebt. Hè? Het momentum bij daar kwijt en dan... het is toch niet... Nee, daar doen ze het juist voor, hè? Ja. Om die... Ja, daar draait juist om daar... Om de momenten... Dus die alternatieven die jij hebt. Nou, Superman. Ja. Nou, ik heb in ieder geval voor mensen in Club Allehoed heb ik gewoon weer alles aangezet. Ik kan gewoon weer lekker delen. Hoef je daar ook niet meer druk over te maken. Ja, waar gaan we het doen? Waar gaan we het over hebben, jongens? Wat is er allemaal gaande in de wereld van... gewoon in de wereld eigenlijk. Ik wil eigenlijk in eerste instantie even de kutmuziekje uitzetten, dat is oké. Ja, even de Bosperians bespreken. Ik zit hier nou ook inderdaad met Alpha Fun, die ook op de Bosperians was. Wat vind jij ervan dan? Dit was een hele nieuwe ervaring voor mij. Ik kom van allemaal mensen tegen. Ik had het idee dat het toch een selectief groepje is. Hè? Want het is een soort omgekeerde als vroeger het Facebook, vond ik. Daar ga je van bij gebrek aan de hoofdelijk contact... Ga je naar digitaal. En nou was het net andersom. Je kent elkaar digitaal. En dan zie je, heb je er een beeld bij. En dan zag ik bij jullie ook bij iedereen. Als je elkaar, oh ben jij dat, weet je wel. Of leuk, of juist. Kan ook. Maar ja, gelukkig viel het allemaal mee. En geen noemenswaardige incidenten. Dus 1 gele kaart had ik gehoord. En verder, Had jij bepaalde aannames die je had toen je kwam? Die je dan zeg maar daarna... er niet meer waren? Nou, dat het dus wel zou kunnen botsen tussen al die mensen die selectief, die hebben allemaal een verhaal, allemaal wat te vertellen. En als het dan bij elkaar komt, ja, je moet elkaar, maar ze weten elkaar net zo goed de ruimte te geven. En
Het ging allemaal bijzonder goed. Ja, dus de aanname dat er dus wel eens een botsing zou kunnen komen, die is wel ontkracht. Maar wat voor een botsing ga je dan in je hoofd zitten? Van, omdat we zeg maar met z'n allen in de chat altijd zo fel zijn bij elkaar. Dat kan soms best wel fel gaan of bot. Of, je hebt er gewoon geen beeld bij. Het heel Club Allehoed was een beetje ook bij elkaar. Hè? Ewout, Wouter Stroeven, Tom, Bataafs Wolfje, Maas. Maasjes, de Maasjes allebei. Dus heel Club Allehoed was bij elkaar. En er was helemaal geen... In Club Allehoed gaat het altijd, zit iedereen elkaar altijd uit te maken van schietzo. En op de Bosperians was er niet, was er nauwelijks... Club Allehoed hangt toch aan Twitter vast, hè? Dat is nee, Telegram. Telegram, ja. Daar ben ik zelf dan geen lid van. WhatsApp heb ik ook. Ik vind het gewoon een beetje... Dan kom maar even langs, weet je niet. Ja, die luxe heb je niet altijd. Dus bij de gebrek daaraan ga je naar een... sociale pagina's, Facebook of al dat geneuzel. Ja. Maar ja, liever ga je gewoon met elkaar op de koffie. Ja. Ja, toch? Maar als je er niet in de gelegenheid bent, dan ga je digitaal. En nou was het dus net omgekeerd. Je ziet me, je hebt elkaar leren kennen online. En ja. Ja, we gingen een soort van bij elkaar op de koffie. Ja, nogal. Ja, nogal, ja. Hoeveel koffie heb jij gedronken? Ik heb gehoord dat er iets van 2,5 kilo koffie doorheen is gegaan. Ja, dat heb ik niet erop. Ik heb wel een bakje gezet. Twee. Twee bakjes? Ja, twee van die automaten. Ja, die staat veel te wachten. Hè. Ik denk maar twee kannen heb je? Ja, nee, er waren vier kannen, vijf kannen. Dat is een grote automaat. Vier, vijf kannen heb je gezet? Ja, van die thermoskannen. Maar dat was toch gezellig. Want ja, het babbeltje erbij. Het was net de office. Ook. Wat een bedoel groep je mensen, van... Nee, ik had het deuntje half in mijn hoofd hangen. Nee, ik heb er wel die mensen die... Nee. Ja, dat ik probeer dat deuntje van de office. Weet je wel, in het begin heb je zo'n deuntje. Dat is goed dat in je hoofd zit, want dat is zo commercieel. Ja, want als dat in mijn hoofd zit, ik moet het vergeten. Dan ben je het weer kwijt. Maar ik irriteer me eraan dat ik het niet kan herinneren, maar ik wil inderdaad niet dat het in mijn hoofd gaat zitten. Dat is nu een dilemma waar ik in zit, Nansen. Oh jee. Een mentaal dilemma. Dat doet de deur dicht. Maar heb je die beelden al gezien van de aftermovie en zo? En, nee, ik heb heel bijzonder weinig gezien. Oh, heb je hem ook niet net gezien? Je zat net ook niet te kijken. Als ik mezelf niet zie. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Ja. Dat is een van de vuren, hè? Waren er nog meer? Ja, er waren meerdere vuurtjes. Het was een beschaafde vuur en een uitbundiger. Ja. Nou, zover ik het, hoe verder ik omhoog liep, hoe extremer het vuurtje werd, zeg maar. Ja, ja, ja. Weet je, want in het begin was het een beetje voor beginners. En hoe verder je zeg maar, het bos in liep, werden de vuurtjes steeds obscuurder. Obscuurvuur. Nou, ik heb er maar drie geteld, hoor. En, ja, en aan de andere kant van het huis. Maar daar was een ayahuasca-sessie bezig of zo. Ja. Ja, wat? Oh, ja, oh, dat was op zaterdag of zo, of iets, of vrijdag. Met dat, van het weekend. Nou, ik ben er nog wel naartoe gelopen, maar toen was alles dood. Alles dood? Ja, dat is helemaal niemand meer. Het is geen suicide cult of zo? Nee, ja, de kaarsjes branden. Zelf dat was een beetje luguber. Dat ze de kaarsjes hadden laten branden. Dan ga je toch niet slapen? Of ik ben van, ja. Terwijl je de kaarsjes aan het branden bent. Ja, buiten, hij dit nog gezien trouwens? De supplementen workshop? Nee. Is er wel, ik ben vrijdag pas laat gekomen. Het was al donker. Wanneer is het smiddags, zaterdagmiddag. Ja, ik werd het helemaal gemist. Ik zat de podcast als een motherfucker. Ik sta te versteld van hoeveel je kan missen terwijl je toch aanwezig bent. Deze bomen die al handjes vast met elkaar. Not war. Ganja, schimmel zoeken waar je helende... Ook even die tekst erbij. Aftermoes is trouwens gemaakt door Daniel. Dat zijn dingen, ja. Die zijn heel veel geld waard. Laurens, die is op zoek. Die zegt zijn nature shit aan het doen hier. Ja. Lekker man, lekker Laurens. Get die schimmel. Ja, maar het is niet goed voor de boom, hè? Die knobbel op die boom is niet goed, nee. Oké, dus als je hem weghaalt, gaat die boom wel weer verbeteren? Geen idee. Het is natuurlijk een symptoom van iets, weet je wel. Dus misschien houdt hij wel te veel 5G-straling tegen. Maar ik moet ook nog even bedanken, man, iedereen. Want fucking Maarten en Tom hebben de keuken echt weer gigantisch vet geregeld. Het was echt ziekelijk. Stef voor het beheren van de hele ruimte. Laurens hier ook, die voor geweldig vrijwilligerswerk geleverd. Jurre, AK Bataafs Wolfje en Luc, die hebben de bar gerund samen. Gans een stel beesten. Waren een hoop handjes aan alle kanten. Alles goed gekomen. Was nog iemands auto beschadigd. Heeft iemand zich gemeld en die heeft de auto weer... het is allemaal goed gekomen. Alles is helemaal goed gekomen. Dus dat is fijn. Dus Bosperians, hartstikke leuk. Aftermovie, dingetjes, whatever. We doen het over een half jaar gewoon weer.
Het is bizar dat we goed weer hebben gehad. Dat is ook echt bizar. Het is echt bizar. En maar het is allemaal gelukt. Ja, dus ik ben blij. Dat geeft reden voor nadenken voor over een jaar. Want dat, normaal is het toch wel bibberen dan, hoor. Nou, nee, nee, ja, inderdaad. Nou ja, over een half jaar maak ik me eerst even druk over. En dan zie ik dan wel weer... over een half jaar is het denk ik wel mooi weer. Maar ja, we moeten waarschijnlijk ook wel eens een keer een regenversie hebben. Dus, wat is er allemaal deze wochenende gebeurd? Dus, ik wil wel heel even afstarten, even beginnen. Even aftrappen. Ik vind trouwens dat ik iets te... Vind niet dat ik iets te donker ben? Nee, maar ik vind het goed trouwens. Het is wel goed zo. Ben ik niet to the... Oh, nu zit hier zo. Zo, ja. Zo heel ver ingezoomd zo, hè. Zo. Dus mijn tweede, dan kan ik hier zo kijken en dan kan ik daarna zo... Mensen zo in de... Weet je wel, kan ik zo heel casual doen als een mensen in de ogen kijken. Zo. Snap je dat? Dat is mijn beetje regisseur dingetjes en zo. En, even in het oor fluisteren. Ja, je weet hoe die dingen gaan. Nou, in ieder geval, hier, Spicy Poppenkast. Een pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Was dat unaniem? We hebben daar in de fractie uitgebreid over gesproken. Een pittig gesprek. Maar welke toezeggingen zijn er gedaan dan? We hebben een pittig gesprek gevoerd. We hebben een pittig gesprek gehad. Ja, dat weet ik, maar wat kunt u beloven? We hebben een pittig... We hebben een pittig gesprek gehad. Oh. Spicy poppenkast, mensen. Ja, dat is het gewoon tegenwoordig. Het is allemaal pittig. Hè? Mensen die komen naar buiten. En ze hebben een pittig gesprek. Ik heb een pittig gesprek gehad. Het is echt dat ze het gewoon zelf zo serieus neemt. Hè? Dat ze echt denkt van... Oh, ik kom hier met gewoon 6 keer het woord pittig zeggen. En dan als mensen dan daar, nou, zeg maar, zoiets hebben van... Ja, luister, vertel eens wat meer. Dat het alleen pittig is geweest. Dat je dan echt probeert af te dwingen van... Luister, ik zeg pittig. En neem me niet zo serieus op de woorden. Ja, het is wel, ongelooflijk. Ja, je zag op een gegeven moment zo'n meme inderdaad. Van zoek 5 dingen die... Of zoek 4 dingen die je niet horen, weet je wel. Of nee... Vraag je wel eens af hoe die dingen hier gekomen zijn. Weet je wel, als een paard tussen een rek en weet ik veel wat er maar niet. En dan ook Sophie Hermans ertussen natuurlijk. Ik moet natuurlijk ook even de chat erbij pakken. Want ik moet natuurlijk ook wel even wat interactie hebben met jullie jongens. Ik mis jullie. Het is allemaal anders zo zonder... Zonder de YouTube dingetjes en zo. Hè. We zijn toch allemaal weer verslaafd aan alle YouTube dingetjes... Dus even kijken, in deze chat kan ik nog even iets kijken. Enable compact toggle, timestamps. Kan ik hier nog deelnemers checken of zo? Nee, ik moet gewoon... Chemistry Ordinary is in de house. Veteranen NL in de house. That's it, die 2. En ikke. Op Twitch zitten ook kijkers, zeggen ze. Kunnen ze even kijken of er met Twitch op poppenkast ook iets te doen is. Ik kan gelijk het geluid, want ik heb het geluid hier uitstaan, dus dat is gunstig. Maar er zit dan ook een chat bij Twitch. Maar daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. Even kijken. Oh, hier zit ook inderdaad. Waar kan ik dat Hier kijk. Robin 1977 zit in de chat. Goed jaar. Obo Konobo zit in de chat. Ja, in de Twitch chat. Ja, ik was van plan om eigenlijk Club Allehoed gewoon vol erbij te betrekken. Ik vond het wel een goed idee. Want het is want ik heb hier ook 6 participanten in de video zitten. Die kan ik zo 1, 2, 3 niet zien. Lief. In ieder geval, mensen zitten in Club Allehoed, dus dat is mooi. Dit is even andere koek zo, om dat zo te organiseren allemaal via al deze alternatieve kanalen. Ja, dus ik zit in de chat van Club in Odyssey. Daar kennen we chatten. En voor de rest, laten we maar eens even door het nieuws, door het spicy poppenkast nieuws heen gaan werken dan maar. Hè. Dus spicy. Wat zeg ik nou ook weer? Dat is mijn salsa. Waar gaan we beginnen? Wist je nog dat ze een tijdje geleden waren ze bezig met het lanceren van een raket en zo? Want dat moest dan allemaal naar de maan gaan en zo. In more than half a century. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. As soon as the end of August, the space agency plans to conduct the first launch of the massive rocket system for its moon exploration program, Artemis. The first mission, Artemis 1, will send a spacecraft on an uncrewed trip around the moon. So Artemis 1 is... Ja, dus ze gaan een beetje weer maandingen doen. En ik ben ook, dit is nou alweer een tijdje geleden dat ze dit gingen doen. Dit was 2 maanden geleden.
En ik ben sinds die 2 maanden ben ik weer een heel eind gekomen. Sinds die 2 maanden zijn er dus een hoop dingen persoonlijk bij mij gebeurd. Waarbij ik zeg maar van toch wel een maanaanhanger naar een soort van maanscepticus ben geworden. Ik geloof niet dat de maan is wat het is. Inmiddels denk ik wel dat die hol van binnen is. Inmiddels denk ik dat die er geplaatst is. Inmiddels denk ik dat er wezens in zitten. Ik vind dat net zo plausibel als dat een of andere afgeketste rots is van de aarde zoveel miljard jaar geleden, die in een perfecte symbiose is gekomen op die plek daar. Ik weet niet, weet je wel, er zijn altijd, ik weet niet, ik vind het altijd... Er zijn meer spookjes. Ja, er zijn vast nog meer spookjes. En je hebt nu, want je hebt zeg maar die Y-files die ik kan zitten kijken, die heeft daar een mooi stuk over. En die laat gewoon allerlei quotes zien van wetenschappers die bij NASA hebben gewerkt en allerlei onderzoeken en van de, whatever de maanlanding is geweest, zeggen van, de maan is hol, hij lijkt hol te zijn, we hebben hem gemeten. Daar ben ik ook van, want ik heb al gehoord dat ze een keer geluidsopname hebben gemaakt en dan stuitte er iets op de maan en dan hoorden ze het galmen. Ja, dat resoneerde dat 17 minuten door of zo, weet je wel. Ja. En ze had ook metingen gedaan waarbij dus inderdaad de dichtheid van de maan steeds minder wordt naarmate ze verder meten. Los van natuurlijk alle afmetingen. Plus het feit dat hij gewoon de hele tijd face forward richting de aarde staat. Dat doet geen enkel fucking object in de hele observeerbare universum niet. Mee, en hij draait precies. Dat is ook de zonsverduistering met de maan precies op de millimeter. Ja, millimeter is al. Dus wat ik denk is dat ze hebben dan zeg maar met de maanlanding in, wat is dat, 64 of zo, 62, 60, 69, nice. 70, dat. In ieder geval, ze gingen naar de maan toe en ze hebben dat gedaan. En op de achtergrond hadden ze Stanley Kubrick klaarstaan. En ze hebben uiteindelijk gekozen voor het Stanley Kubrick materiaal, omdat wat ze daar tegenkwam op de maan niet echt voor tv was. Omdat daar allemaal waarschijnlijk dan allemaal aliens en zo waren en een of andere gekke basis en weet ik veel wat. En dat ze dachten van, we kunnen hiermee niet thuiskomen met deze shit. Dus laten we maar die Stanley Kubrick shit doen. Want dat is gewoon een filmpje van een dorre bende en 2 idioten die een beetje doen alsof ze aan het ronddansen zijn. Dat is gewoon gunstiger voor de komende tijd. En dat is het dus. Maar dus in de hele, met dat in het achterhoofd gaan ze dus nu weer opnieuw de maan bezoeken. Ja, en wat een beetje... China en Nederland hebben het ook pas gedaan, hè, samen. China en Nederland zijn ook in samenwerking daar naartoe gegaan. Daar heb je ook niks meer over gehoord. China en Nederland naar de maan? Ja, in samenwerking hebben ze ook iets gedaan daar aan de achterkant van de maan. Maar was dat met Nederland, ja? Ja. Okay, ik heb het maar losgelaten, want je wordt er niet goed van. En dan hoor je op een gegeven moment van sommige space is fake. En dan onder een koepel. En ja, toen liep bij mij even de spons vol, want dat gebeurt er nog wel eens. De spons vol? De spons vol, ja. Dat je dan water giet en giet net zo hard weer uit aan de onderkant. Even kijken, China's Lunar Rover unveils underground secrets on the far sides of the moon. Even kijken wat de fuck dit is. Is er hier geen geluid bij? Bij die eerste landing was het dus ook een soort radiostilte. Hè? Want daar hebben ze op een gegeven moment ook gehad. Daar schijnen ze dus contact met iets anders, een andere entiteit gehad te hebben. Als ik heel ver, maar in de originele maanlanding is dus een radiostilte een tijd verbroken geweest. Komt uiteindelijk geluid bij me en jij hebt geen reet aan. 4 meter is, kan je kan zien, dat er veel verschillende stukken. 16 kan je zien, dat er veel verschillende stukken. Japans is meer. Zullen we zinnen kunnen jongens? Noem maar Janus. Neem een schöne Birn. Ik moet het echt apart horen. Als ik het door elkaar heen ga halen, dan wordt het niks. Vaak zijn deze gebouwen heel veel lagen. Heel veel lagen. Dan is het zo. Deze plek is afgesloten. Deze mensen kunnen wel een goede G uitspreken, hoor je wel. Deze mensen zouden zo goed kunnen gorgelen als een Nederlander. Die kunnen wel een Scheveningen op tafel flikkeren, volgens mij. Gun san gao, gun san chun pao, gun san pan chin nene, yin tin chin, sin chun dun kum ni hao. Sorry als je Chinees bent en ik doe dit. Nou, ik vind het is gewoon zo onwerkelijk voor mij, weet je. Als met mijn westerse oor en dan hoor ik dit en dan ik kan het niets anders doen dan het zelf ook proberen, weet je wel. Het is fascinerend dat mensen gewoon spreken met hele andere shit. Het is gewoon bizar eigenlijk. Wat me dan wel weer verbeestert, dat dan heb je zo'n gozer hier bij de NASA werken. En is dan een wetenschapper en zo, hooglijk intellectueel, dat soort zaken. Mm. En dat loopt dan met zo'n fucking mondvat rond, weet je wel. Moet je gewoon continu blijven zeggen van, ik kan je niet verstaan, meneer. Ik kan je niet verstaan, zeg je? Ni hao, wat nou? Maar ja, dus ze hebben een of andere shit gevonden, mysterieus. Ja, dan gaan we natuurlijk allemaal niet weten wat de fuck en zo. Ja.
Even kijken, wat ze hebben in de chat. Is er nog iemand die wat nuttig zegt? Ja, hoezo NASA de grootste greenscreen, zegt Veteraan NL. NASA is not a space agency. Werner von Braun heeft op zijn grafsteen dat staan Psalm 19:1. Over het firmament. Ja, ik heb hem opgezocht. Ik ben niet echt gelovig. Maar wat is Psalm 19:1? Het gaat over het firmament, dat we onder een koepel zouden zitten. Afgesloten de ruimte. Psalm 19:1. Vers 1. Eens even kijken. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Dat is 19:1. Ja. Nou, dus gaat het over het firmament, ja? Is dat, ja, daar komt het wel op neer. Dat hij dus iets gecreëerd, dat er iets gecreëerd is voor ons. Ja, ik vind het ook heel moeilijk worden om dat te geloven. Want ik ben toch meer van de energie en het voelen. Dus ja, dat... Matcht dat niet met space shit en zo? Nee, want dan zou je dus ergens tegenaan vliegen, hè? Dan zou inderdaad alles met helium moeten zijn. Nou, NASA gebruikt heel veel helium. Iedere dag heel veel miljoenen liters of zo, zijn het. Liters wat? Ze afnemen van helium. Wie? NASA? NASA, ja. En dan zouden dus al die satellieten met ballonnen in de lucht moeten gehouden worden en alles. Ja, ik weet niet hoor, maar dat zijn wel... Ze zeggen dat ze helium gewoon in die raketten douwen natuurlijk, hè? Om te verbranden. Ja, dat is heel milieubelastend, hè, zou je zeggen. Ja, de mensen maakten dat punt ook, weet je wel. Zeggen van, jij moet dan inderdaad je kleine kutautootje inleveren om en op de fiets gaan rijden. En dan vervolgens zitten ze hier een vulkaan-sized massa de lucht in te sturen. Om dan vervolgens allerlei maanpropaganda terug te kunnen sturen. Ja, maar dat is wat ze dus juist willen. Je hebt hier zoveel kracht nodig om los te komen van de aarde, dat ze dat liever vanaf de maan doen. En dan is het ook een beetje uit het zicht, hè, van de mensheid. Mm. Dan krijg je helemaal maar te zien wat je te zien mag krijgen. Ja. Maar het afschieten van dingen vanaf de maan gaat 6 keer zo makkelijk. Nou, dus ze hebben dus een raket gebouwd, ze gaan naar de maan toe, maar dat had al meteen problemen en zo. SpaceX, NASA en Spaceflight. Ja, I'm your host, Will Walden. En dan is. Ja, van alles. Allerlei dingen. Artemis. Want er moesten mensen mee met dat ding, hè? Maar dat is dus ook niet meer. September 3rd, ja, nou ja, 2022. Dat schijnt dus helemaal niet mogelijk te zijn, omdat je door een laag van de atmosfeer heen moet die dus dodelijk is of zo, straling. Yeah. En toen werd dat aan die astronauten gevraagd, dat dan vervelend is toe, want ze lopen iedere keer weg. Die oude, is het de Kuiperbelt of is dat niet die shit? Ja, als je daar doorheen gaat, dan kan geen levend organisme doorheen. Een of andere, volgens mij. Is dat van de magnetische sfeer van de aarde? Ja, ik weet het even niet meer. Maar daar hebben ze dus aan die astronauten. Ja, dat is. Dus ze zeggen dat het gewoon kan, omdat volgens NASA hebben ze al natuurlijk mensen daarheen gestuurd naar de maan. So went back to the vehicle assembly building 20 times, and that's possible for this rocket as well. Wat wij nou te zien krijgen wat er gebeurd is, want ik denk dat het is maar goed dat de meeste mensen toen de tijd met de radio luisterden, konden ze het iets mooier aan elkaar praten, want die beelden zijn helemaal niks. Stef zei bij de Bosperience ding iets interessants. Ze zei van de ruimte kan ook gewoon van water zijn gemaakt. Ja, dat is heel waarschijnlijk. Het wordt soms een soort van, en iedereen gaat vanuit dat de ruimte maar een vacuüm is, maar dat is ook allemaal op basis van berekeningen. Het is niet alsof iemand naar ruimte is geweest en dat heeft aangeraakt, weet je wel. Nee, want al die mensen die in de ruimte hebben, ze ook allemaal helemaal in pak en zo. Ze oefenen zelfs in een bad, onderwater, weet je wel. Je ziet soms bubbeltjes, hè, allemaal van die dingen. Maar het zou ook gewoon iets van viscositeit kunnen zijn. Want ook al die berekeningen over hoe alles in elkaar zit met donkere materie en zo, daar klopt ook maar gereed van, weet je wel. Er zit gewoon allerlei shit waar we niet rekening mee over. Wie zegt dat het niet een of andere gel is die daar hangt? Nou ja, het water, het meeste is van water, hè. Het is altijd, want mensen zeggen wel water besparen en dan denken ze douchen en de kraan. Maar het is natuurlijk ook de materialen die vervaardigd zijn door middel van water. Wat verbruikt wordt en dat vergeten ze dan soms even. Daarom willen ze nou dat CO2-paspoort. Want ja, jouw iPhone, dat is wel zoveel water en zoveel CO2. Veteraan NL zegt, de zwaartekracht bestaat niet. Zoek maar op Google. Nou, ze weten niet wat het is, hè, precies. Nee, ja, de zwaartekracht is een berekening tot nu toe. Dat is wel leuk, zo die mensen die meedenken. Ja, ik denk dat zwaartekracht magnetisme is. Dus wij zijn allemaal magneten. De planeten zijn magnetisch dingen. Wij worden magnetisch aangetrokken tot elkaar allemaal. Of, ik denk dat niet. Nou, Je hebt een aura. Je gaat met een vlammetje, gaat langzaam uit. En het ligt eraan met wie jij botst. Met de ene bots je af en de andere trekt elkaar aan. En de opposite trekt, dus dat is ook weer tegenstrijdig. Hè? Ja. Ja, je weet het niet. Het is wel veel energie. Maar ja, dus die hele Artemis lunch, dat ging dus allemaal niet door. Dat is allemaal, ging gewoon niet worden. Dus 2 maanden geleden lopen ze al te pielen.
Maar nu eindelijk gisteren of zo hebben ze hem dan toch, toch de lucht in gejanst. 4 stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. En liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond. We rise together. Mensen zijn ook wel echt helemaal overepiest en zo. Ja, nee, doe mij nog maar een biertje. Lekker man. Oh man. Best guest ever. Ja, dus op naar de maan. En ik vraag me af wat voor gezeik ze mee terugkomen. Want de bedoeling is dat we toch wel eens een keer godverdomme allerlei... Want alle informatie al sinds de maanlanding, alles al sinds... Het is één grote bak mysterie. Het is allemaal mysteries. Het slaat helemaal nergens op. Ook het feit dat we niet zijn teruggaan, het is verdacht als fuck. Weet je wel, gewoon... Je hoeft niet eens de feitjes te weten. Gewoon alleen al de context van het verhaal. We zijn teruggegaan. We komen terug met een bullshit verhaal. Iedereen is super zenuwachtig. Vervolgens gaan we 40 jaar niet terug. Kerels, ze zijn daar iets tegengekomen waar er niet over gepraat mag worden. En ik weet niet waarom de fuck ze dit doen. Misschien doen ze dat dus inderdaad om dan... het verhaal nog langer in controle te houden. Dat ze nu dan miljarden investeren om dan te laten zien van... Nee, het is alleen maar gewoon een stuk steen in de lucht. Doe maar rustig iedereen. Ik vraag me af. Hè? Mensen moeten toch in ieder geval met een hoop oplossingen voor mysteries komen. Wat zijn al die rare dingen die ze daar vinden? Waarom de fuck lijkt dat ding hol van binnen te zijn? Wat is met de, hoe oud is dat ding? Dat soort zaken, weet je wel. Er was ook iets met de stof die erop lag. Dat schijnt heel erg sterk te zijn. Sterk? Ja, dat is niet zomaar zand of zo wat er ligt. Is niet... Ja, ik snap wat je bedoelt. Gehardend. Je kan ook helemaal geen pol doen neer. Een soort temper is, een soort isolatie. Zand. Isolatiezand. Club Allehoek daarentegen gaat wel los, inderdaad. Ja. Ik vraag me af of het wat was geweest om Club Allehoek hierbij te betrekken. Misschien wil ik dat nog wel heel even proberen. Dat lijkt me misschien wel... Ik ga het heel even proberen, maar dan ga ik Club Allehoed wel weer op alleen tekst zetten. En dan, En dan ga ik het heel even aanzetten. En dan moet jij heel even mensen bezighouden. Oh god, dat is weer gelijk een vuurdoop. Nou, ik kan een liedje zingen. Ja, dat is gewoon heel even, even een beetje experimenteren. Dat is nooit verkeerd. Even kijken. Manage groep. Ze hebben aan het denken. React. Een beetje hardop doet hij. Ja, ik doe altijd, ik denk altijd hard. Het is jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar er vliegen hier allemaal vensters voorbij zo. En met links. Gelukkig heeft hij het wel een beetje voorbereid al. Ja, ik had al iets gedaan. Dat zag je bij al hangen natuurlijk. Nou ja, ik vind het ook wel, het is een mooi moment om even te experimenteren met wat dingen. Dat moeten ze vaker doen, zou ik bijna zeggen. Jou even blokken, dan ga je alternatieven zoeken. Ja, maar voor de creatief van inderdaad. Ja, die heb je op de Bosperius opgelopen, hè? Door muziekrechten was het iets waarschijnlijk. Even kijken, ondertussen zet ik echt ook een YouTube short op van een minuut. Dus ik heb maar heel korte tijd om heel even dit snel om te switchen. Maar het staat denk klaar. Je rug, Peter. Ja, ik denk mijn rug gaat helemaal goed komen. Het filmpje moet je ook maar even kijken. Dus is wel leuk. Is dankjewel. Part of the reason the corporate media still claims, notably, there's a lack of strong evidence when it comes to the vaccines causing myocarditis. Or why they say, oh, it's relatively mild, is because tests are still ongoing. You are the living test subjects. The normal trial phase of a vaccination, which can take decades or many years, you are that trial stage. Like, that is us. We are part of the global trial of this vaccine, the one they forced everybody to take. And it's one that can take many, many years. We actually will not very likely know the full effects of this thing is for many years to come. Because again, death from myocarditis can take 3 to 10 years. Right? And even the Florida Surgeon General one is only looking at 28 days. And in 28 days, they say there's an 84% risk of you dying from it. Ja, je had het goede shit op Epoch TV dingen en zo. Ja, inmiddels heb ik dus dan de chat nu omgetoverd naar Club Allehoed. Ik heb hier nog wel de chat staan van Odyssey, dus ik moet Club Allehoed hier een beetje in de gaten houden. Maar het is dus inderdaad, momenteel zitten Wouter Stroeven, Berend, Niels, Ewout en zitten in de chat. Even kijken.
Eens even kijken wat we vinden hier van de nieuwe setup. Hun zijn altijd kritisch. Eens even kijken. Leuk, een beetje input. Berend zegt, je betaalt met je data. Op de maan kun je gewoon ademen, zegt Wouter Stroeven. Berend zegt, ik zie trouwens niet in Psalm 19:1 dat de aarde plat zou zijn. Nee, ja, ik vond het niet eens precies over het firmament gaan, niet eens eigenlijk. Maar even kijken. 4 kijkers op Telegram, 12 op Twitch, 25 op Odyssey. Is 31. Dus 31 bekijkers bij elkaar geschraapt, zo nog even. Zegt Ewout. 19.1 in de heavens. Ja, inderdaad, die had ik net ook opgezocht. Ik haak ook af zodra ik met een account moet inloggen. Zeker niet een Google-account. Dus, oké. Nou ja, gewoon skippen. Nou ja, volgens mij is er een club. Allehoed is ook niet heel veel gaande wat dat betreft. Maar ja, wil je mee chatten? Dan kan je naar t.me/cluballehoed. Ik weet niet of je daar in één keer komt. Anders moet je eerst naar t.me/poppenkast en daarna naar Allehoed. En dan kan je gewoon mee chatten. Ook als je nu kijkt in de Telegram groep. Dan kan je gewoon chatten in Allehoed. En dan zie je je berichten in Allehoed. Volgens mij is dit ook wel een grappige setup. Gewoon even proberen. En ondertussen gaan we gewoon verder met de rest van het programma. Ik heb een klein soort van programmaatje. Ik bedoel, het is niet heel veel. We hebben inderdaad wat dingetjes behandeld. Maar nou ja, in ieder geval wat ik ook wel heel even erbij wil pakken, is die hele gebeuren. Peter die had het daarover in de podcast van de Bosperians. Dat is de documentaire van Graham Hancock. Die Graham Hancock die ze ook vaker bij een Joe Rogan's podcast. Graham Hancock en Randall Carson zitten dan vaak met z'n tweeën. En dan gaan ze het hebben over superhistorische shit, weet je wel. De prehistorie en dat er een catastrofaal event is geweest. En dat er misschien een moderne beschaving was die weg is gevaagd. Dat soort zaken. En hij heeft nu dus zoveel bewijs dat hij gewoon een dikke Netflix-docu heeft gemaakt. Ik heb hem helemaal afgekeken van voor tot eind. Shit is moeilijk vet. Hier heb je een trailer en ik raad het iedereen in om naar te kijken. Did you know that you were picking a fight with academia? Because there are a lot of people that just don't want to hear this. You have been at the front of the line for decades. And you exposed me to a lot of these controversial ideas that have now been substantiated. Well, I'm Graham Hancock. I don't claim to be an archaeologist or a scientist. I am a journalist, and the subject that I'm investigating is human prehistory. Ja, hij staat op Netflix. Ik kan hem ook even snelletje op. Weet je wel. Je moet hem op Netflix kijken, maar je moet hem ook gewoon kijken op de manier zoals jij hem kijkt. Ik kan hem ook wel ergens fucking streamen of ergens downloaden en shit. Ja, de link staat in de chat van de Discord. Maar het is echt lijpe shit, jongen. Die geschiedenis. Gewoon dat er gewoon. Ik weet niet, weet je wel. Want ook die piramides. Ik zit er de laatste tijd ook al. Ook weer bij die WiFi-files. Dat het best wel gewoon aannemelijke theorieën zijn over dat die piramides gewoon een elektriciteitscentrale waren en dat soort shit. Vind je dat aannemelijk klinken? Nou, piramide, vuur in het midden, dat vond ik wel een mooie verklaring als woordspeling, piramide. Een piro in het midden? Of, ja. Oké. Okay. En het is niet alleen wat boven de grond staat, het is dus ook wat onder de grond. Er schijnt ook hele mooie kelders in onder te zitten allemaal. Ja, er zit en dan komen ze weer niet bij, want er wordt allemaal weer moeilijk gedaan. Water, loopt daar een van de waterdingetje? Hele grote kelders, vierkant, ze hebben het uitgemeten. Ja, vierkant? Het komt allemaal voorbij, ik heb het even gauw doorgekeken. Jij zegt, ik heb het helemaal doorgesprit, maar... Het is wel veel, hoor. Nou ja, het is gewoon vet. Weet je wel, want ik vind het wel aannemelijk dat er zeg maar dan die piramides veel ouder zijn dan dat ze zeggen. Dat ze gewoon al 10.000 jaar oud zijn. En dat ze zijn gebouwd als elektriciteitscentrale. En dat er dus een gigantische katastrofale ramp gebeurt. Waardoor die piramides daarna, weet je wel, buiten werking zijn gesteld. En die beschaving is grotendeels uitgeroeid. En dat er vervolgens allerlei nieuwe beschavingen zijn gekomen die niet die kennis hadden. En daarna dat soort gebouwen zijn gaan gebruiken om ze te aanbidden. Terwijl het gewoon allerlei zieke technologische shizzle was. En wie weet hoe vaak is dat wel niet gebeurd met allerlei zaken en weet ik veel wat. Ja, daar zeg je het. Wie weet dat? Ja. Er zijn mensen die dat weten inderdaad. Mm. Want die regelen hetzelfde. Zijn die zelf orchestreren het. Ja. Nee. Ja, maar wie zegt niet dat in de middeleeuwen of zo hele steden zijn uitgeroeid met allerlei rare biologische wapens, wat ze dan zo vervolgens de zwarte dood noemen. Waarbij ook allerlei moderne beschavingen zijn uitgeroeid. En, of ze stappen met z'n allen uit het schip en ze roeien gewoon een heel gebied uit.
Dan heb je ook een hele stam weg, hoor. Of ze stappen gewoon uit een schip. Ja, oh, idee ook alweer. Even kijken, Ziggy zegt, ha, ik kan meechatten op Odyssey. Ja, 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 ja. En je kan nu ook meechatten in Club Allegoed. Dus even een naampje aanmaken, gewoon wachtwoord laten verzinnen, opslaan en huppakee, door. Ja, de pool zegt, dit is kloten. Ik moet mijn computer eerdaags weer eens even onder het stof vandaan toveren. Ja, jij zit natuurlijk op je telefoon. Ja, dan is het natuurlijk... ja, want je kan natuurlijk niet op je telefoon en het... Zitten. Moet je niet op zitten. Wat? Moet je niet op zitten. Op de telefoon moet je niet op zitten? Nee, wat moet je met je reet doen? Nee, ja, je moet het gewoon in je hand houden. Ja. En dan... Ziggy zegt... en ja. Hij stokt af en toe. Tot zover mijn klaagzang. Kon het niet onder de Clips account live zeker. Nee, ja... schijnbaar moet ik dus 24 uur of zoiets, 48 uur van tevoren moet ik aanvragen of ik live kan gaan. Dus er is nu letterlijk een klok aan het aftellen op mijn Clips voordat ik live kan gaan. Ik wist het helemaal niet zo. Ik denk, nou, ga ik inderdaad via Clips live. En in één keer staat van, ja, je hebt nog niet aangevraagd dat je live kan gaan. Dus dat, ik denk, wat de fuck is hier gaande, joh? Fucking YouTube, jongen. Alles is ook allemaal moeilijk. Bijna dus, maar ja, het is, kijk, heel veel mensen die zeggen ook van, ja, probeer eens andere kanalen. Dus dit is ook wel een beetje, ja, gewoon een poging om... Om YouTube onafhankelijk te worden. Hè? We zijn er nog niet met z'n allen, maar we komen er wel misschien ooit. Misschien over een jaar. Misschien moet er een eindje geholpen worden door een paar techneuten. Hè? En gewoon een bedrijfje opzetten. Hoezo, wat en dan? En niet laten overnemen door die gigant. Nee, maar het gaat er niet om dat... Het kan wel allemaal. Maar iedereen moet het ook willen, weet je wel. Iedereen, het moet zeg maar net zo makkelijk zijn als het gebruiken van YouTube. Ja, je snap moet je? Goed vaak zeggen. Nee. De naam. Want YouTube? Ja, dan maak je weer reclame. Ja, nou ja, wat valt er nog meer aan reclame te maken voor die gasten? Die gasten zijn toch... hebben het goed gedaan. Ja, nou ja. Wat ik eigenlijk wel wil doen, is... ...te maken. En ik zou willen dat u daar... ...is even lekker naar Gideon van Meijeren luisteren. En ik weet niet hoe laat het is. Hoe laat is het? Want Gideon, ja, het liefst ga ik gewoon, want hij heeft een heel stuk. Dat duurt een uur. Okay. En het liefst ga ik gewoon, het hele uur ga ik gewoon doorspetten, maar... Ja, nou ja, zet hem maar aan. Dan hebben wij het op de achtergrond. En de andere kant, ik heb het begin gezien en ik heb nog een laatste stukje niet gezien. Dus we kunnen ook het laatste stukje afkijken, weet je wel? Dat is ook nog 20 minuten of zo. Ja, weet je wat het is? Jij bent de baas. Dat is mooi. Ja, eens even kijken. Wat zegt de chat? Gaan we een uur lang naar Gideon kijken? We hebben het allemaal gezien, dat kan natuurlijk ook. Ik wel. Of gaan we inderdaad de chat helen? Of gaan we gewoon afkijken waar ik ben gebleven? De bedoeling was dat ik zeg maar, want ik ging gisteren nog heel even naar Stef toe en zo. Paul was terug uit Oeganda of Rwanda. En ook even iedereen uitbetalen. Want fucking Maarten heeft bakken met geld uitgegeven voor het eten. Stef voor drank en zo. Dus moest even. En dan allemaal lekker rond het vuur, chill. Weet je wel, zo doen we business. Weet je, ga niet om een kantoor zitten. Kom zeg. Maar toen wou ik dit in de auto terug luisteren, maar is er niet meer van gekomen. Ik reed helemaal verkeerd gisteren. Hè? Ik ga door de spits heen, slecht slim. toen reed ik gewoon echt de hele verkeerde kant op. Toen ben ik gewoon godverdomme een uur lang in de verkeerde kant in de spits gereden. Zegt, eens even kijken. Een uur, dan ga ik gewoon eten. Kom ik later wat terug. Afkijken. Oké, ik houd hierbij. Dat is inderdaad afkijken. Laatste stukje, Gideon Vermeijeren, die dus inderdaad... Even kijken, afrekend met de corrupte elite. Dus tot nu toe is hij al helemaal losgegaan, de hele kamer staat besteld. Iedereen vraagt zich af, Gideon, waarom ben jij zo? Waarom kan je niet gewoon net zoals onze normale retoriek gebruiken? En ik zit de hele tijd, zit mezelf op te vreten, zeg ik van, zeg dat fucking, weet je wel, want kijk, als ik in zijn schoenen zou staan op dit moment, zou ik gewoon echt, dan komen ze naar hem toe en dan zegt iedereen van, waarom kan je niet gewoon normaal doen als de rest? Ik zeg, ja, fucking, dat normaal, wat jullie doen, dat werkt al 10 jaar niet, weet je wel. Het is nodig om fucking eens een keer met de ballen op de tafel te klappen, jaar. Weet je wel. Dus ja, maar in ieder geval, hij zit al dik een half uur in zijn rent en we kijken de laatste 20 minuten nog even. Volgens mij was ik degene die je nu de vraag stelt. U had mij ook kunnen interromperen, heeft u laatst niet gedaan. Ik wil wel heel even snel, die heb ik inderdaad ook hier neergezet. Even een klein dingetje, want die missen we dan. Heel even om te kijken van, zeg maar, om dit debat zeg maar een beetje een introductie te geven, zeg maar. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we een aantal... Het gaat erover dat we dus de partij verboden moeten worden.
Even kijken, oh ja, dit staat wel heel zacht hoor. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we een aardig eindje terug moeten gaan in de geschiedenis om te zien wanneer dat ook voorgekomen is. En die argumentatie is exact dezelfde argumentatie als die de nazi's gebruikten toen wij ons radiozenders werden verboden. Dit wordt geen gezellig debat. En ik vind de vergelijkingen ook... Ja, het wordt zo. Goed. Nou ja, ik had het filmpje had ik dus gedeeld inderdaad. Want ik vond het echt grappig, weet je wel. Martin Bosma is zo fucking typische gozer, weet je wel. Maar ja, niemand echt, zodra je daar nazi's vergelijken gaat maken, terwijl we daar gewoon nog hele stevige lessen van te leren hebben, volgens mij. Yo, nou ja, dan is het hek van de dam, hoor. Nee, dan heeft zelfs Martin Bosma tegen je hangen. En die gozer is een beetje down met alles. Maar hier is het ook in één keer van... wat de fuck dat geluid ook wel niet was. Ja, ja, dit wordt geen prettig debat, zeg. Wordt geen prettig debat. Nou, dan even kijken wat de laatste 20 minuten is van dit niet prettige debat. Ik zou toch een andere vraag willen stellen, want dit is een vruchteloze poging bijna, ja. Omdat ik geen enkel antwoord krijg, nog maar een begin van antwoord op mijn vraag. De heer Van Meijeren doet het voorkomen alsof onze rechtsstaat hem beperkt in wat hij zegt. Kijk, dat hij niet perfect is, daar ben ik het met hem eens. Daar kunnen we altijd naar streven. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat op hetzelfde moment dat u zoveel kritiek heeft op de Nederlandse rechtsstaat, dat de partijleider van de heer Van Meijeren, een andere, zouden we zeggen, machthebber, elite, Rusland, Poetin, bewierookt, grote held noemt, terwijl u hier in dit huis, dit Nederlands parlement, waar al deze mensen zitten, die zijn allemaal gekozen door de burgers van Nederland, dat u zo tekeer gaat tegen deze mensen. Dus kan de heer Van Meijeren nu eens uitleggen wat nu zo mooi is aan die rechtsstaat van Rusland en wat ze allemaal doen, en wat er zo slecht is aan de Nederlandse rechtsstaat en hoe hij dat kan uitleggen? Nou ja, voorzitter, er worden weer allerlei aannames gedaan. Ten eerste, ik heb niets over de mensen hier gezegd. Ik heb me gekeerd tegen het systeem. Het systeem functioneert op dit moment niet. Vervolgens wordt gezegd, ja, u kunt hier praten, u kunt hier vrijuit spreken. Dus hoe kunt u dan zeggen dat we niet in een rechtsstaat leven? Ik heb ervoor gewaarschuwd dat de afgelopen jaren onze grondrechten en onze vrijheden steeds verder onder druk komen te staan en dat de elite steeds meer macht en controle naar zich toetrekt. Ik heb niet gezegd dat we nu in een totalitaire staat of in een dictatuur leven. Ik denk dat we nu in een postdemocratisch tijdperk leven en dat we ervoor moeten waken dat we de richting opgaan van een totalitaire controlestaat. En daar zal ik me in ieder geval met hand en tand tegen blijven verzetten. Ja, voorzitter, dan ben ik echt, laat ik zeggen, redelijk de draad kwijt als er zoveel kritiek is op het Nederlandse systeem en woorden gebruikt worden als totalitaire staat. We mogen niet zeggen wat we vinden en tegelijkertijd wel het Rusland onder leiding van Poetin bewieroken, echt de wereld op z'n kop. Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, ik vind het heel verdrietig dat onze agenten zo worden weggezet en dat alsof ze met genoegen geweld gebruiken. Waar geweld wordt gebruikt, dat is het laatste wat ze doen, is ultimum remedium. En als dat wordt gebruikt, dan wordt dat voorgelegd via een bepaalde ambtsinstructie en uiteindelijk aan de Rijksrecherche, als het zwaar lichamelijk letsel heeft opgeleverd of zelfs de dood tot gevolg heeft gehad. En ik heb hem even goed nagekeken, want ik wil de heer Van Meijeren natuurlijk geen onrecht aandoen door hem verkeerd te citeren. Dus ik pak het citaat erbij. Gezegd is bij het Boerenforum, wat van belang is om te realiseren dat het ook niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld. Einde citaat. En de bedoeling was om de discussie aan te zwengelen over het Second Amendment zoals ze dat in de Verenigde Staten hebben. En daarmee is bedoeld dat burgers zichzelf kunnen bewapenen om zich eigenlijk tegen de overheid, want was bedoeld tegen de politie, te kunnen verzetten. Nou, kan hij dat ook hier eens vandaag eens toelichten? Tilt. Ja, voorzitter, eerst wil ik graag een misverstand uit de wereld helpen. Mevrouw Helder, die suggereert dat ik hier al die agenten zou hebben geschoffeerd. Ik heb... Is van de PVV, hè, die Helder? Ja, dat is toch baar. Ja. Dat is apart. Ja, nou ja, goed. Ze zullen wel onder één hoedje spelen. Ja, ze zijn heel rechtsstaat getrouw, zeg maar. Terwijl Wilders ook is afgerekend door diezelfde rechtsstaat, weet je wel. Dus... Met zijn minder. Het is een beetje apart. Meer. Ik heb juist expliciet genoemd dat ik me niet richt tegen de politiemannen en vrouwen die met de beste bedoelingen en met passie en toewijding hun taak uitoefenen. Oh ja, en trouwens, de chat die scrolt weer in Club Allehoed. Oh, ik had hem inderdaad niet helemaal beneden staan. Dus. Maar hij is inderdaad weer gaande. De chat is weer gaande.
gainde. Dus als mensen willen chatten in Club Allehoed, de chat scrolt weer. En dan kan ik ook heel even wat even kijken. Laatste 20 minuten, oké. Okay. Kan het op anderhalve snelheid, zegt Emout. Gezelligheid voor alles, zegt Ziggy. Ja. En dat nu natuurlijk wordt er een ambtsinstructie gegeven. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om te weten wat de rol is van de minister van Justitie. We hebben ook gezien dat er uit appjes, dat die uitgelekt zijn, dat de minister van Justitie zich direct bemoeid heeft met de wijze waarop de politie zich in bepaalde gemeentes opstelde. Ik richt me tegen het systeem. Ja. En dat citaatje dat mevrouw Helder nu uit een bepaalde speech van anderhalf uur trekt, dat is afkomstig uit een toespraak over onder andere de wijze waarop het verzet zou moeten worden vormgegeven. Waarbij ik verschillende vormen van verzet de revue heb laten passeren. Ook aandacht besteed heb aan het recht van verzet. Dat in een uiterst geval, wanneer een overheid zich tyranniek gedraagt, het recht van verzet, dat door tal van filosofen die wij nu nog de hemel in prijzen wordt erkend, dat dat recht ook omvat dat een volk zich uiteindelijk onderaan de streep met geweld zou mogen verzetten. Wat ik heel duidelijk in die speech naar voren heb laten komen en misschien wel 5 of 6 keer herhaald heb: blijf vreedzaam, blijf liefdevol, geweld is niet de oplossing. En mijn conclusie, die ik ook altijd uitdraag, is en was: liefde. Ons verzet moet vreedzaam, liefdevol, geweldloos zijn, maar daarom niet minder massaal en krachtig. Dat is mooi gezegd. Ja, voorzitter, afrondend. Ja, kijk, mevrouw Bikker verwees al heel mooi naar de grondwet. We hebben ook een taak en ook een uitstraling en een verantwoordelijkheid als Kamerleden om je ook in bepaalde bewoordingen niet dat te laten vergezellen van ik suggereer het alleen maar, bij wijze van spreken, langs de randjes van de wet afsnijden. Dus ik begrijp dat allemaal wel, maar daarom heb ik ook expres het citaat goed opgeschreven. Want we komen hier niet verder mee en ik wou je eigenlijk die tijd ook helemaal niet gunnen. Maar dat heeft toch gedaan? Ik wil het wel hier voor onze agenten opnemen en daar blijf ik bij. Punt. De Van Nispen. Heel mooi. Gefaald. Ik heb ook een heleboel dingen gehoord vanavond waar ik het pertinent mee oneens was. Maar inderdaad, het feit dat de heer Van Meijeren dat allemaal kan zeggen, toont inderdaad aan dat de vrijheid van meningsuiting ook hier ontzettend ruim is. Nou, blijft ontzettend maar zitten. Ruim is. Ik heb 2 vragen aan de heer Van Meijeren. De eerste is, wat probeert hij vanavond te bereiken? Wat zijn zeg maar zijn doelen, hè? Wanneer is zijn avond geslaagd? Is dat bijvoorbeeld als mensen die dit debat volgen massaal nu gaan twijfelen aan de oprechte bedoelingen van de overheid? Het is een open vraag. Wat hij daarnet zei, daar valt hij eigenlijk de voorzitter mee aan. Dat hij dus heel veel ruimte krijgt. Voor het jaar 2023, want dat ligt immers vol vandaag. Ja, voorzitter. Ik zal beide vragen even beantwoorden. Alleen is de eerste vraag, zou je heel even kort willen herhalen? 1 zin, 1 woord. Wat de bedoelingen zijn van de heer Van Meijeren, wanneer zijn avond geslaagd is, wat zijn doel is. Mijn bedoelingen zijn. Wacht, het zijn 2 hele open brede vragen en ik hoop dat we er toch puntig even doorheen kunnen. Maarten Bosma heeft helemaal gehad. Maar als de voorzitter toestaat dat hier meerdere vragen in 1 interruptie gegooid worden, dan wil ik ook graag allemaal zorgvuldig beantwoorden. Ja, zorgvuldig mijn belangrijkste bedoelingen van waarom ik hier sta, is om bewustzijn te creëren bij heel veel mensen. En dat lukt gelukkig ook, want steeds meer mensen die zien ook wat er gaande is. Om bewustzijn te creëren over het feit dat we op papier misschien in een democratische rechtsstaat leven, maar dat daar in de praktijk de facto heel veel op aan te merken valt. Dat was vraag 1. Vraag 2, wat vindt u van de begroting? Ja, voorzitter, ik heb de begroting met veel belangstelling bekeken, maar er stond weinig verrassends in. Het is een voortzetting van het beleid dat we al 12 jaar onder Rutte. Ik kan hier niet zomaar gaan vegen. En dat eigenlijk al decennia daarvoor is ingezet. En wat ik zie is dat er heel vaak gesproken wordt over, oh, we moeten onze rechtsstaat beschermen. En dat is ook de kerntaak van het ministerie van Justitie. Ik zie dat onze huidige minister van Justitie die taak verwaarloost. En nou ja, dat is waar ik voor wil waarschuwen. Helder. Deur Sneller. We hebben notie genomen, hè? Het was mij nou niet helemaal duidelijk of dit nou een tyranniek regime was, volgens de heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, naar mijn oordeel zien we een rare vraag, hè? Regering nou, die tyrannieke trekken vertoont. En als we niet uitkijken, kan dat leiden tot een totalitaire controlestaat waarin onze grondrechten niet meer waard zijn, waarin het demonstratierecht steeds verder wordt ingeperkt. Ja.
Het ging over regime. Daar ging tyrannieke trekken, maar geen tyranniek regime. Het is een beetje een lastige. Maar andere mensen zijn heel helder over Forum voor Democratie. Die zeggen het is een fascistische partij. Wat vindt de heer Van Meijeren daarvan? Is hij het daarmee eens? Daar ben ik het volstrekt mee oneens. En de term fascisme die wordt tegenwoordig opgeplakt aan alles en iedereen dat zeg maar tegen de overheid keert. Natuurlijk zijn wij niet fascistisch. Wat is fascisme? Je kunt kijken naar het stelsel onder Mussolini. Volgens mij is dat het klassieke fascisme. Nou, nee, wij zijn vanzelfsprekend geen fascisme. Wij keren ons juist tegen. Het valt me echt tegen hoe slecht iedereen hier het fascisme kan omschrijven. Nou, ik kan een poging doen. Ik heb onder laatste opgezocht dat in de Verenigde Naties staan twee van die zuilen. Oh ja, sorry. Er staan twee van die zuilen naast en dat zijn dan de fascis. En dat zijn eigenlijk twijgjes. En als je twijgje in je handen neemt, dan breek je hem zo door. En heb je 5 twijgjes gedraaid, dan breek jij die niet meer door. Wel keisterk. En dan, daar gaat het om dus. Het handhaven door een groep die zich samenbindt, zeg maar. Ja, dat is in de kern wat fascisme betekent. En dan heb je allerlei mensen die dat op allerlei manieren toepassen. Of het nou inderdaad Mussolinische, Italiaanse fascismus was. Het Duitse nazifascisme. Of inderdaad schijnbaar gewoon inderdaad het Amerikaanse congres. Wat schijnbaar ook lekker flirt met fascisme, weet je wel. Dus er zijn, welke kant op gaan. Zijn zoveel instituten die met fascisme, ja prima, ja, weet je wel. Die dat gewoon doen en zo. En daar helemaal geen probleem mee hebben. Als je dacht en dat gaat, ja, weet je wel, we zeggen van mensen die gebruik maken van populisme, nationalisme, weet je wel, heeft straks een beschrijving daarvoor. Dan omschrijft het precies de PVV juist, weet je wel. Dan denk ik van ja. Weet je wel. En die hebben. Gaat dus bijna stemtijd zeker. Is iets met verkiezingen aan de hand dan binnenkort of zo? Dat ze zo op elkaar afstellen. Is dat 24 of zo? Ja, nou ja, als het 6 uur gaat het toch de hele tijd. Maar het is vooral tegen de FVD allemaal nu. Overheden en machten die fascistische technieken gebruiken. Ja, de heer Van Meijeren zegt, ik hou zo van definities. Dan is het voor een partij die toch fascistische trekken heeft wel slecht dat hij zelf niet eens een definitie heeft. Maar de definitie die ik zou willen gebruiken is van Daniel Knecht, gepromoveerd op het Frans fascisme en ook schrijver van het boek. Leo zegt, deze man sneller is de meest enge engnek. Enrico Cosmo zegt, fascisme werkt gewoon, daarom is iedereen er tegen. Fascisme is heel effectief, daarom loopt iedereen. Maar ja, het stomme is dat het gewoon, ja, niemand snapt als ze samenkomen in een groep en dan gaan proberen te handhaven naar een andere groep, dan zijn mensen gewoon, dan ben je gewoon fascistisch. Weet je wel, als ik nu mijn club Allerhoed allerlei dingen ga lopen afdwingen ergens, en dan zijn wij ook gewoon fascistisch, weet je wel. Dat is het hele idee. En ja, misschien moet het gewoon, moeten we er gewoon niet zo controversieel over doen allemaal. Maar ja. Fascisme? Misschien zal er wel fascisme. Wat van weten, hè? Die definitie luidt, het van het boek. Ja, komt hij weer, hè? Fascisme is van Daniel Knecht, gepromoveerd op het Frans fascisme en ook schrijver van het boek. Ja, eigenlijk dat handje erbij hebben zo, dat handje zo houden. Ja, dit is wel, ja. Daar hoort hij bij, hè? Ja. Ja, hieronder, dit moet een sticker zo onder zijn en dan gewoon eronder zo fascisme, weet je wel, zo'n vraagteken. Als een voorstel, weet je wel. Zo van, misschien een beetje fascisme? Snorretje tekenen gelijk. Je want some fascismus. Snorretje erbij, fascisme? Een tandenborsteltje. Dus je zal er wel wat van weten. Hè? Die definitie luidt, nee, het fascisme is een politieke ideologie waarvan de kern wordt gevormd door nationalisme, check, populisme, check, revolutionaire dynamiek, de chat die check, gaat weer niet door, hè? En de mythe van de nationale wedergeboorte. Ja, en ook het verlagen van die grenzen van geweld en het ermee flirten of het aanmoedigen daarvan. Herkent de heer Van Meijeren zich in die onderdelen van de definitie? Ja, voorzitter, we gaan nu naar het niveau van een debat van, Hitler wilde snelwegen bouwen en de VVD wil ook snelwegen bouwen. Herkent u dat u voldoet aan dit criterium? Als we kijken naar fascistische staten onder bijvoorbeeld Mussolini, dan zien we dat daar geweld gebruikt Hitler wordt als gelegitimeerd middel om ideeën uit te voeren. Wij zijn per definitie voor het gebruik maken van democratische middelen. Wij roepen altijd op voor vreedzaam. Kijk, Joey die zegt fascisme, /Marxisme / Bolshevisme / Judaïsme. Kun je allemaal onder één hoedje zetten, ja. Hè? Sla, tomaat, komkommer. Kan je allemaal onder één hoedje zetten, maar
We hebben er niks allerlei verschillende termen voor, weet je wel. Dus, maar ja, het is allemaal wel in de hoek van wij weten het beter. Dat moet allemaal, ja, judaïsme is misschien, hè. Dat is misschien, hè? Het is hè? Vaak met, isme is wel vaak fanatiek en extreem, klinkt het over. Ja, hier, Wouter zegt het ook, isme vaak slecht. Nou, daar worden. Ellen Fuik zegt, ze zijn master in af te wijken van de inhoud. Gast gaat nergens meer over. Ja. Geweldloos en liefdevol verzet. En voordat de heer Snelle mij hier allerlei rare beschuldigingen impliciet in de schoenen schuift, dan zou ik heel graag van hem willen horen wanneer wij gepleit zouden hebben voor het gebruik van geweld. Of dat zouden willen rechtvaardigen. Dat is volstrekt ridicuul. In antwoord op de terechte interruptie van collega Helder, zojuist. Als hier een tyranniek regime zit, en dan haalt hij nog allerlei filosofen uit het verleden die dat ook zouden hebben gedaan en zouden hebben verdedigd, dan zegt hij dat het verantwoord is. En hij zegt dat het niet goed is dat er een taboe is op geweld. En hij zegt hier zelf, er zijn tyrannieke trekken. Wat is dat dan? Dat is toch het verlagen van gewelddrempels en het aanmoedigen ervan als dat inderdaad op die manier komt. En hij gooit hier allerlei beschuldigingen richting van K, terwijl hij in antwoord zegt, ik heb het niet gehad over mensen hier, maar over het systeem, terwijl het helemaal niet waar is. Hij heeft het over appjes van de minister waar hij helemaal geen bewijs voor heeft. Hij komt hier met allerlei verhalen. Jawel. En hij zegt, ik wil graag definities horen, ik geef hem een definitie. Hij gaat naar de historische vergelijkingen, ik niet. Hij slaat bijna ik kom met over. De definitie. Oh. En de heer Van Meijeren loopt er van weg. Oh. Gewoon antwoord geven op de vraag over die definitie. Niet over Mussolini. Komt helemaal niet voor in die definitie. We kunnen zomaar definities van allerlei mensen aan gaan halen. Het fascisme, dat is een ideologie die door Mussolini is opgetuigd. Nee. Laten we daarover eens zijn. Niet helemaal. Waar later tal van andere... Is de Mussolini wel groot gemaakt, denk ik, of niet? Hij heeft het gebruikt of misbruikt in ieder geval, zoiets. Maar is Mussolini de eerste geweest die... Want het fascisme, de fascist was iets in het Romeinse Rijk. En ook als een symbool, zeg maar, van... Weet je wel, dus Mussolini is toch niet de eerste die dat dan heeft gedaan. Dat is toch al die tijd ook al vaker gebruikt. Alleen dan waarschijnlijk heeft Minder Mussolini... Minder succesvol waarschijnlijk. Ja, nou ja, ja als je ziet... Ik weet niet wat de kerk heeft lopen doen. Het Heilige Romeinse Rijk en shit. Ik weet niet, maar volgens mij werd er ook wel in groepjes gehandhaafd. De heilige leugen. Fijn. Tekenissen aangegeven zijn. Die appjes, daar heb ik wel degelijk bewijs van. Die zijn je nota bene rondgedeeld in de Tweede Kamer. Blijf alsjeblieft wel even bij de feiten. En tegelijkertijd, ja, dat recht van verzet. Ik kan het blijven herhalen, maar ik blijf daar ook volledig achter staan. Dat een bevolking die wordt onderdrukt in het uiterste geval... waarvan ik keer op keer zeg, laten we dat voorkomen. Laten we zorgen dat dat nooit gaat gebeuren. Maar dat een bevolking die wordt onderdrukt uit in het uiterste geval... ook het recht heeft om geweld te gebruiken. En D66 staat te juichen bij allemaal gewelddadige opstanden... in het Midden-Oosten tegen tyrannieke regimes. En daar wordt ook geweld gebruikt. Ja, ik hoop van harte dat dat in Nederland nooit gaat gebeuren. En dat blijf ik herhalen. Ja. Afrondend, want dan gaan we echt weer verder met... Ja, nou dat was in ieder geval niet even ook ter verdediging van de minister die zich niet kan verdedigen. Dat was in ieder geval niet deze minister. Dat klopt, ik heb gezegd de minister van Justitie. Nee, waren appjes van de minister van Justitie, het ambt, niet de persoon. De heer Sneller. Dank u wel. Dat was in ieder geval niet deze minister. En dat was de heer Van Meijeren. Als het hem uitkomt is die heel precies. Als het hem anders uitkomt, dan gooit hij met verwijten richting iedereen... En is het gewoon deze minister. Maar ik constateer toch, afrondend voorzitter, want ik snap wat u zegt. Ik kom met een precieze definitie. En ik geef ook aan op welke punten de heer Van Meijeren er allemaal aan voldoet. Hij zegt dat hij met definities wil komen en hij loopt ervan weg, keer op keer. En daarmee zeg ik, het is gewoon een fascistische partij. Als er geen enkel weerwoord komt op de inhoudelijke onderdelen van deze definitie. En ik ben blij dat de heer Van Meijeren dat ook gewoon erkent... omdat hij vlucht in allerlei historische vergelijkingen zonder in te gaan op de inhoud. En als hij die argumenten namelijk zou hebben, en zo ken ik de heer Van Meijeren ook, die hier altijd voorbereid komt met dit soort dingetjes. Even kijken, Enrico Cosmo zegt, wie heb je in de studio? Ja, dat is L for Fun in de Discord. L for Short.
Als je me wil zoeken. Maar jij zit niet op Telegram, hè? Nee, ik zit helemaal nergens. Maar je kan wel in Club Allerhoed komen via de Discord. Ik zit wel op Discord, ja. Ja, in de Discord groep heb je een kanaal en dat is Club Allerhoed. En daar kan je gewoon, dat is gewoon een feed. Maar hij heeft wel gelijk af en toe een hoedje, petje. Ja. Nou, dat is wel lang geleden hoor, maar. Even kijken, Niels zegt, ik voorspel brildragend en de tijd van wijlen in hoedje. Wouter Stroeven zegt, alleen als het uitkomt, alleen. En Rico Cosmo zegt, wazig man. Oké, waardevolle gesprekken. Dan zou hij het hier hebben gezegd en hij heeft er geen enkele van ontkracht. Nou ja, voorzitter, er bestaat geen eenduidige definitie. Neem eens even al je potten mee dan. De heer Sneller is wat gaan shoppen in wat literatuur van private personen die daar hun eigen definities voor hebben gemaakt. En nou ja, ik blijf het herhalen. Wij zijn een vreedzame, democratische beweging. Ja. Nou, ik zou nog wel even willen zeggen dat die woorden die de heer Sneller hier gebruikt, die hebben wel gevolgen. Want het zijn de aanhangers van partijen als D66 en GroenLinks die met bivakmutsen en bommen en met gebruik van grofgeweld deze teksten bij ons op de deuren door schrijven. De dat poederbrieven vliegen bij ons lekker, door man. De brievenbus. Maar dat is een ernstige beschuldiging. U weet niet wie die poederbrieven hebben bezorgd daar. Van die poederbrieven niet, maar ik heb wel diverse aanwijzingen over de achtergrond van deelnemers aan die zogenaamde antifascistische beweging. Ja, maar u heeft daar geen bewijs van, dus dat gaat ietsje te ver, denk ik. Weer sneller. Nee, dank voorzitter. Dit gaat niet ietsje te ver volgens mij. Dit gaat veel te ver. Dit is een absurde beschuldiging waar geen enkel bewijs voor is. Dus ik eis dat de heer Van Meijeren dit terugneemt. Geen woord daarvan neem ik terug. Kijk eens even naar hoe vaak wij in onze schoenen gekregen zouden hebben dat toen er een man met een fakkel bij mevrouw Kaag aan de deur was, toen werd direct dat aan Forum voor Democratie toegeschreven. Terwijl die man niets met ons te maken heeft en zelfs campagne heeft gevoerd voor een andere politieke partij. Oké, tot zover. Nog even heel kort, heer Sneller. Enkele manier heeft er iemand in deze zaal ooit gezegd dat het een lid van Forum voor Democratie was. Wat de heer Van Meijeren hier doet is zeggen dat het een GroenLinks in D66er was. En ik eis dat hij dat terugneemt. En als hij dat niet terugneemt, dan staat hij hier gewoon leugens te verkondigen. En dat is een parlementariër onwaardig. Hij doet hier allerlei beschuldigingen zonder een greintje bewijs. Als er definities komen, dan is hij in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Heel kort. Nee, voorzitter, we hebben gezien dat de D66ers meelopen met Antifa. En Antifa is verantwoordelijk voor heel veel aanslagen die gepleegd worden. Antifa is nou een voorbeeld van een fascistische beweging die ook fascistische. Dat is wel de meest ironische shit ever, toch? Antifa, antifascisme, is fascistisch. Ik bedoel, ja, weet je wel, als je ziet wat er in sommige chapters bij Antifa gebeurt, dan vraag je je af hoe hypocriet wil je zijn. Ondertussen is trouwens in de Discord-chat gejoined Open Gedachtes, bloemetje. En die zegt, isme, aha. Ja, ismus. Dus we kijken, Niels zegt, moeten we nog indalen, even op de hand blazen? Elle Verkuik zegt, ja, het is echt pijnlijk, alsof ik naar een ernstig auto-ongeluk zit te kijken. Even kijken, Ewout. Peter heeft de laatste man met de fakkel gespot op de Dam, zegt Ewout. Als een pas hem reageert, die schizo NCTV-trol. Ja, het is wel een aparte ontmoeting inderdaad. Ik tikte hem op zijn schouder. Ik zei, wil je wat zeggen? En hij was meteen paraat op de camera en begon te lullen als brugman. En elke keer als ik hem dan onderbrak voor een vraag, was hij helemaal uit zijn riedel. En dan stond hij een beetje verward zo om zich heen te kijken en mijn antwoord te beantwoorden. Dat is wel apart. En bleef ik maar doorgaan. Ik ben op een gegeven moment gewoon weggelopen bij hem. En ik denk van, nou, laten we meer doorgaan naar het volgende. Maar ja, ik weet niet, weet je wel. Het is niet alsof hij een vervelende energie uitstraalt. Die gozer staat gewoon gigantisch aan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat aangestuurd wordt, joh. Want ik ervaar het nogal alsof hij. Weet je wel? Alsof hij nou niet echt gecalculeerd is of zo, laat ik het zo zeggen. Hè? Het voelt allemaal heel ongecalculeerd. Aan de andere kant, ik weet niet. Hij stond naast de politie. Stond hij met zo'n petje op. Stop politiegeweld. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan vind allemaal. Ellen Verkuik zegt, haha, moet hij even doen, ja. Even indalen met handje. Vakka possum, zegt Erik Irenko Cosmo van Vakka possum. Als een possum zegt, XD Jovi zegt, hebben jullie het over Max van den Berg? 100% liefde en puur. Die jongen zit geen kwaad in. Ewout zegt, ze sturen hem aan via anderen in DM's. Hetzelfde wat Chris is beschreven. Ja, een targeted individual noemt Chris dat inderdaad. En zo shady shit is dat, hoor.
Misschien word ik ook wel getargeted individual. Alleen het scheelt dat ik zeer onvoorstelbaar en eigenwijs stuk vreten ben. En ik weet zelf nooit wat de fuck ik ga doen. Dus laat staan dat anderen dat weten. Methodes gebruikt. En er is wel degelijk heel vaak gezegd... Je wil dan zeggen, allemaal mensen, allemaal suggestieve shit tegen mij. Dan zeg ik, oh ja, interessant, interessant. En dan ga ik precies iets anders doen. Zo doen we dat. Maar ja, en nu ik dat verraden heb, moet ik straks gewoon precies gaan doen wat mensen zeggen. En dan hebben ze dat niet veranderd. Want dan gaan ze allerlei tegenstrijdige shit geven. Die ik dan inderdaad zogenaamd niet moet doen en dan wel moet doen. Dan wordt het pas meta. Dan wordt die mindfuck pas meta. PG joint de groep. Dat is wel lekker gezond voor Club Allerhoed zo. Dat is wel nice. Ja, voor de mensen die zich afvragen, wat gebeurt er allemaal? Je kan je inderdaad joinen bij je Club Allerhoed. t.me/Club Allerhoed. Inmiddels, die chat is iets actiever als de Odyssey chat. Dus als je op Odyssey kijkt, in Telegram is ook shit gaande. Maar je kan ook gewoon... het beste zijn dat je zeg maar op Odyssey dat dan op de tv opzet. En dan gewoon lekker op de bank met je telefoon met Telegram zit. Dat zou de ideale substantie. Dat is lekkere interactieve shit zo volgens mij. In ieder geval... PG Kroeger vraagt Ewout. Kleine kans. Wouter Stroeven zegt... Tis, wij zijn de aanvaller. Wat? Ja. We hebben een nieuwe bij. Ja, PG. PG, poepgoed. Poepgoed? Of plasgaatje? Ja. Of penisgoeroe? Laten we het leuk houden. Het niveau daalt, hè. Ja, het gaat allemaal weer over seks. Praatgroep? Praatgroep, ja, leuk. Die is dat leuk? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik wel weer kunnende. Ja, kunnende. Oh, ja. Anders was het onmogelijk. Was eigenlijk, kan allemaal niet. Kan nog wel een dingetje verzinnen. Oh, hier, proppengek. Preppengek. Ja, pasgenootschap. Pasgenootschap. Het is een genootschap die dan samenkomt en dan al zijn pasjes laat zien. Oh, kijk, ik heb een pasje hiervoor en ik heb een pasje daarvoor. Je kan het gewoon Peter Gamel. Gamel. Ja, Peter Gamel of zo. Maar ik heb een mooie actie in de chat en hij gaat wel meepraten. Piotr Gronotschnitsk. Ja, dat ligt er aan waar je vandaan komt. Pedro Gersanadi. Spaans, denk ik dan. Ja, of Italiaans misschien. Ja, een mengelmoesje. Ja, nou, wie weet. Eens even kijken. Zeker kleine kan, haha, zegt PG. Fascisme, zegt Enrico Cosmo. Bijna, zegt PG. Plasgroep. Hadden we al gehad, PG. Hadden we al gehad. Dat was het eerste wat hij zei. Dat is het eerste. Oh, ik lig al wat jonkos klaar voor mij. Heerlijk. Ik had er nog één daar liggen, maar ik kan gewoon aansteken. Fuck it. We gaan een joint. Een hele andere weer. Het hele joint andere. Buffet is geopend. Ja, die is enige dat lekker, jongen. Wat is het? Die Tangerine G13? Ja, dat is Tangerine G13. Oh, dat is wel lijp shit. Military grade. Military grade. ja, die potjes zijn wel echt een serieuze. Weet je wat je zou moeten doen? Een soort van Tupperware party voor smokers organiseren. Dat je zo'n groep met allemaal mensen die dan gewoon lopen te smoken, maar van niks weten. En dan kom je met allemaal hebben dingetjes aan die ze dan. Wel vol, hè? Niet met lege doosjes aankomen dan, hè, jongens? Ja, en dan wiet meenemen natuurlijk. Ja, sowieso. Maar dan moet ik gewoon zeggen, is voor persoonlijk gebruik. Een wiet Tupperware party. Dat is wel ik zie. Dan komen we langs bij je thuis en dan die gaan wij met z'n tweeën doen. Komen wij bij mensen thuis met z'n tweeën. Het gaat in de en dan gaan wij een beetje dom lopen lullen. En dan ga jij allemaal van dit soort shit verkopen. Ja, er hingen overal bordjes met de koop van dit en de koop van dat. En dan pak ik marges. CBD-chocolade, heb je die nog op? Ja. Dat heb jij niet op. Jawel, CBD-chocolade. Ja, nee, dat weet ik niet. Nee, ik heb volgens mij THC-chocolade. Ik heb allerlei chocolaatje te vreten. Echt ook met vulling erin en bonbons. Ja, het ging helemaal los. En dan ging ik chocolaatje halen bij de bar. Moest ik dan voor betalen. Gewoon op mijn eigen vakfeestje. Uiteraard. Dus gewoon betalen. Maar kreeg ik een gratis zakje wiet erbij. Nou. Dus godverdomme. Dat is promotie. En ik heb trouwens één keer betaald voor één reep chocolaatje. Want dan krijg ik ook meteen 6 of zo. En ondertussen heb ik echt weet ik 80 chocolaatjes. Ja, je praat wel over serieus 10, 15 euro, hè? Wat? Dat, hè? Zo'n geintje, hè? Waar je het net over hebt. Ja? Ja, dat geloof ik wel. Ja? Eén zo'n reep bedoel je? Ja, jij begrijpt het. Ja, er was één zo'n reep was 6 van die blokjes. Ja, dus één reep was volgens mij wel groter, denk ik, hoor. Ik heb het zelf niet gedaan, want ik had genoeg... ik denk, ja, het kan verkeerd vallen, hè. En de boer niet kent, de vreet hij niet. Nee, ja, nou ja, zeg. Even kijken. Neem het wel mee naar huis. In de chat zegt Assem Passem, military grade strains. Ziggy zegt, Max komt op mij ook over als een... op mij... Max komt op mij ook over op integer van binnen. Oh, die wieren, jongen. Zo, drink even wat erbij. Klant. Integer van binnen. Maar van buiten niet, wat dan? Ja, dat van buiten ben ik helemaal doorgerot, maar van binnen ben ik integer.
Niels zegt, die party daar mag Reinier niet ontbreken. Die gast weet er alles van. Ja, dat is wel waar. Dat is wel grappig in te met zijn 9 chocolades, ja. Was dat Reinier die inderdaad al die... Ging boven de bar. En ook van die Faraday-zakken. Ja, die heb ik hier ook Ik zal ze nog een keer promoten, die mannen. Want ze waren wel aardig. Was wel, er werd gehosseld in de tent, je weet. Even kijken, Ziggy zegt wellicht... Ik maken volgende keer. Ziggy zegt wellicht wordt hij natuurlijk controlled, maar zelf weet hij dat denk ik ook niet. Kan je weer even naar beneden scrollen? Er zijn 19 verder gewoon. Echt. Ik snap niet waarom die niet gewoon blijft doorscrollen. Dus dit hele Telegram gebeuren is toch niet zo ideaal. Even kijken... even kijken. Gratis wiet waar, zegt Enrico Cosmos. Ewout zegt bij Peter thuis. Goede chocolade, zegt Laurens. Gratis wiet waar. Goede chocolade. Bij Peter thuis. Dat herhaalde ik gewoon. Speciaal voor jullie. Nou, laten we het laatste stukje nog even kijken. Zegt dat onze woorden allerlei geweld zouden veroorzaken. Nou, als ik daar één keertje tegen inbreng, als de heer Sneller... bizarre beschuldigingen uit aan het adres van FVD, dat ook die woorden gevolgen hebben, dan staat hij op de achterste benen. Ja, dat is de hypocrisie van een orde die ik nog niet eerder gezien heb. Punt. Dank u wel, voorzitter. U heeft nog 6 minuten spreektijd. Nog 6 minuten? Voorzitter. Hij is nog niet klaar. Terwijl de rechtsstaat in de eerste plaats bedoeld is om burgers te beschermen tegen de overheid... verschuilt de overheid zich achter die rechtsstaat om juist steeds meer macht en controle naar zich toe te trekken en steeds meer grondrechten en vrijheden van ons af te pakken. Burgers die onder valse voorwendselen van hun vrijheden en rechten beroofd worden door de regering, kunnen niet terecht bij een onafhankelijke rechter voor bescherming tegen die regering, want alle rechters in Nederland worden benoemd door de regering. Onze voorouders hebben gevochten voor vrijheid en democratie. Daar heeft heel wat bloed voor gevloeid. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe gevaarlijk het is om een democratische rechtsstaat als een vanzelfsprekendheid te beschouwen. Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur. En we bevinden ons nu op een punt dat mensen zich massaal bewust worden van wat er gaande is. Steeds meer mensen zien dat de overheid helemaal niet het beste met ons en ons land voor heeft, maar zich als een wolf in schaapskleren kwaadaardig opstelt tegen de eigen bevolking. Iedere dag worden er meer ogen geopend. And once you see it, you can't unsee it. De groep wordt alleen maar groter. Het is een kwestie van tijd tot deze groep zo groot is geworden dat niemand er nog omheen kan. Het is een kwestie van tijd tot deze mensen de handen ineenslaan om samen een vuist te maken tegen de staat. Alles op alles zetten om de huidige staat van onrecht te beëindigen. Ja. Net zo lang tot het huidige corrupte systeem is omvergeworpen en plaatsmaakt voor mensen die wel de beste bedoelingen hebben voor Nederland. En wel het belang van Nederland altijd voorop zetten. En we echt aan de slag kunnen om de democratische rechtsstaat, die in de afgelopen decennia is afgebroken, in ere te herstellen. Voor ons, maar vooral, voorzitter, voor de toekomstige generaties. Dank u wel. Was dit uw bijdrage? Ja. De heer Efraim. Ja, voorzitter, dan ben ik toch een beetje nieuwsgierig geworden. Want als al die handen zich ineens slaan tot een vuist om de staat omver te gooien, zeg maar. Wat is dan het alternatief? Wat komt er voor in de plaats? Een andere vuist? Een andere elite? Ik snap het nog steeds niet precies, hoor. Nou, dan leg ik het heel graag. Misschien geen fucking elite. Misschien een fucking daadwerkelijke democratie. Hè? In plaats van een of andere schijndemocratie waarbij al het geld verdwijnt naar lagen waar we het nooit meer terugvinden. En die vervolgens geïnvesteerd worden alleen maar in vlakken waar wij geen zeg in hebben, weet je wel. Gewoon een democratie, weet je wel? Gewoon, je hebt iets en daar stem je met z'n allen over en dat voer je dan uit. Gewoon, weet je, ook globaal. Gewoon iets wat gewoon meer lijkt op een democratie. Wat dan? Wat dan komt er dan weer terug? Deze mensen die zien ook geen enkel fucking probleem in wat er huidig gaande is. En dat is stomme, want die Efraim, maar waar de fuck zit die? Is dat volgens mij ja 21 of zo? Efraim of zo, Tweede Kamer. Efraim...
Tweede Kamer. Hier, een groep van Haga. Bij groep van Haga. Oh ja. Kerel, hè? Je hebt ook tijd. Ik snap dat dan niet, hè? Want dat is dan inderdaad. Laat hun lekker je ding doen. Is dit dan een poging voor fucking groep van Haga om zeg maar de VVD of zo tegemoet te komen? Of al die fucking elitezuigers, al die fucking enkelbijters van de koning, weet je wel? Die man die komt er weer ergens anders vandaan. Dat is een splinter ietsje of zo. Van ja. Haga, met die mannen van hem. Maar hij moet weer doorgeskipt worden. Sorry hoor. Het is echt een kutklus. Ja, waarom die Telegram blijft hangen, dat is wel echt. Is dat een instelling of zo ergens? Die dan niet goed staat. Hij moet gewoon door blijven gaan. Monarchie met Ashwin als koning, zegt Ewout. Occupy the Getty, zegt Wouter Stroeven. Helaas, eerst echt alles kapot voor je opnieuw kunt bouwen. Bouwen op een rotte fundering helpt niet. Doen ze nu al keer op keer, zegt Joey. Ja, dat is het inderdaad, weet je wel. Het is inderdaad, daar gaat het wel heen, weet je wel. Omdat ze zijn niet geïnteresseerd in inderdaad het democratisch proces. Of inderdaad, iedereen die zich wel heeft geboeid in het democratisch proces... is niet geïnteresseerd in inderdaad een nieuw systeem. Maar het is ook gewoon, het is ook zo gemanipuleerd aan alle kanten, weet je wel. Want heel veel mensen zeggen dan van dat dit de trots is, maar het is er niet beter op geworden al die jaren, weet je wel. Al die manipulatie, al die leugens, al die rare psychologische trucjes die nu al decennia's lang op ons los worden gelaten. Om dan vervolgens allemaal een beetje zieltjes te winnen in een schoonheidswedstrijd met z'n allen één keer in de vier jaar. Waar we dan 1/17 miljoenste deel van ons zegje mogen doen. En dan vervolgens moeten we het weer allemaal helemaal loslaten. Hoe democratisch is dat nou echt? En dat betekent niet dat we daarom maar een dictator moeten hebben. Dat is niet, dat liefst zie ik gewoon directe democratie. Waar we gewoon echt een nieuw systeem hebben waar we op loskomen. Wat zeg je? Thierry als koning. Ja, ik weet niet of ik daar heel blij van word. Ik belast dat betekent. Dat ik dan mijn YouTube-pagina mag houden, dan misschien wel. Nog een keer uit. Ja, maar wel heel kort, want ik wil echt gewoon door naar de volgende spreker. Het is een hele brede, vraag, maar ik zal hem kort en krachtig beantwoorden. Wij willen de democratische rechtsstaat in ere herstellen. Wij willen naar een land waarin de wil van het volk bepalend is voor het beleid, waarin de macht bij het volk ligt, met een functionerend parlement, een soevereine staat waarin grondrechten gewaarborgd zijn, de machtenscheiding is gewaarborgd, waar rechters onafhankelijk zijn en waar grondrechten gerespecteerd worden. Ja, tot slot, voorzitter. Ik schrik ervan, ik wist dat ik in zo'n land leefde, maar ik laat het weer even hierbij. Ja, misschien had die gekke baas van je niet met zijn laffe fucking bakkers weg moeten gaan bij de FVD. Hè? Dan had je misschien ook iemand een voorbeeld gehad die dicht op de realiteit staat. Maar helaas, deze mensen moeten het doen met alle nageboortsels die uit een VVD komen voortgerold. Terwijl zij een pad naar destructie aan het voortbrengen zijn, weet je wel. En dan gaan ze een beetje fucking... onwetend aan de zijkant lopen doen. Huh? Waar heb je het dan over? Ja. Kerel, jij moet je bek dicht houden. Jij moet gewoon helemaal stil aan de zijkant lopen zitten. Huh? Dit soort gasten, dat hun naar voren komen, waar de fuck haalt hij het fucking lef vandaan, weet je wel? Ik verstond hem niet, het laatste zin. Ik wou bij eigenlijk vragen, van zet hem maar even een stukje toe. Nee, maar het gaat er niet om wat hij zegt, weet je wel. Al zou hij hier naar voren komen en zeggen van, en gewoon die microfoon helemaal naar zijn reet doen en gewoon dikke scheet door de microfoon heen laten. Gewoon het feit dat hij met zijn dikke, vette, bolle, grijze bebrilde, staatskapende, in de rug stekende BVNL afdruipsel van de FVD, weet je wel. Hier naar voren komt geklodderd. Hij komt naar voren geklodderd gewoon. Om dan vervolgens kritiek te uiten op Gideon, die hier fucking een betoog staat te houden, wat gewoon zo'n beetje elke spijker op zijn kop slaat. Dat is het hele essentie, weet je wel. Dit systeem wat we hebben gemaakt, wat onze grootouders ervan hebben gemaakt, whatever the fuck, of het in stand wordt gehouden, of dat het nou eenmaal... Het werkt niet. Hè? Het geeft niet iedereen de juiste inspraak. Het is corrupt als fuck. Het draait alleen maar om geld. Het geeft iedereen die erin zit alleen maar een leeg gevoel van betrokkenheid. Het is gewoon waardeloos, weet je wel. En hun proberen dat af te breken en daar is stevige taal voor nodig. Want die laffe bende die daar nu al 10 jaar een beetje in een soort van natte soep staat te roeren en helemaal niks aan het bereiken is. Met politiek correcte taal en moet het wel lekker gezellig houden. En ondertussen de hele fucking bende zit op te lichten. Dat werkt niet. Dus wat je wel nodig hebt is inderdaad
keiharde, realistische taal. Weet je wel, gewoon inderdaad beledigend waarschijnlijk. En mensen die aanstoot daaraan nemen, dat is de fucking bedoeling. Ik snap ook niet dat Gideon meer zoiets heeft van, ja, ik snap dat je aanstoot aan neemt, want dit gaat ook over jullie inderdaad, ja. Stelletje slijmballen, weet je. Maar ja, en ik weet dan niet wat de fuck deze gozer zijn probleem is met BVNL, want dat zou dan inderdaad ook eens een keer iets anders moeten zijn. Maar dat schijnbaar is gewoon dezelfde kontlikkende, kuitlikkende, koninglikkende, elite-likkende, naar boven likkende, zuigende, wat is een leuk dier, wat zuigt? Bloedzuiger. Een zuigende bloedzuiger is niet leuk, dan zeg ik tegen zuiger. Wat zuigt nog meer als dier? Dat je beltegoed bijna op is. Ja, je moet ook op de wifi zitten. Er zit helemaal geen beltgoed op. Die zit heel lang op. Je moet me gewoon, als je me op de podcast phone belt, moet je me gewoon bellen. Ondertussen is het ding ook weer. Hij is weer kut, ja. Oh, nee, goed. Mevrouw van der Plas. Ja, ik wil even terug naar het onderwerp, de begroting. Want ik was even benieuwd wat Forum wil gaan doen. Dit ook, hè? Komt ook naar voren gewaggeld. Wat is dit? Goedemorgen Holland of zo. Zijn we allemaal pontje aan het kwijtraken? Godverdomme, blijf gewoon zitten. Ja, de hele boerenburgerbeweging, dit zou inderdaad precies ook over hun moeten gaan. Enige wat er nu uit zou moeten komen is, ja Gideon, eindig. Lekker bezig. Om de veiligheid op het platteland te verbeteren, want dat kon emoties. Ik niet helemaal opmaken uit. Emoties. Nou ja, wij willen dat de veiligheid in heel Nederland zo goed mogelijk gewaarborgd is. Als mevrouw van der Plas ons verkiezingsprogramma zou hebben gelezen, dan zou ze gezien hebben dat wij onder meer de politiebureaus die de afgelopen jaren massaal zijn gesloten op het platteland, om die terug te brengen, zodat dat de aanrijtijden van de hulpdiensten op het platteland verkort worden. Ervoor te zorgen dat de druk op de politiecapaciteit wordt afgenomen, zodat aangiftes weer in behandeling kunnen worden genomen. Ik zal het verkiezingsprogramma er dadelijk nog op naslaan. We hebben tal van concrete voorstellen om ook de veiligheid op het platteland. Ik denk dat er inderdaad verkiezingen aankomen. Als ik dit zo hoor, volgens mij. Ja, volgens mij is het tijd om meer. Dat stond ook al in de chat. Tijd om weer lekker in de rij te gaan staan met z'n allen. Moeilijk doen met elkaar. En je 1/16 miljoense stem te laten horen. Maar is het gemeenteraad dan of zo? Is dat, het is niet landelijk volgens mij. Ja, provinciaalse staten of zo of iets? Nee, provinciaalse kruiden. Maar hoe lang doet de VVD Forum eigenlijk al mee? Hoe lang doet de Forum mee? Want dat valt eigenlijk zo heel lang. Zijn ze nog geen echte partij en zo, hè? Ze hebben goed gescoord in de Eerste Kamer, maar laat maar zeggen. Ja, volgens mij sinds 2016 ja, of zo. Ze of krijgen nou gewoon de klappen 2020. Van hoe dat het gaat. Ze worden nou eigenlijk wakker in die kutwereld van politiek. Ja. En als je dan, dat begint pas te tellen als je wat groter wordt. En dan gaan ze inderdaad, ook zelfs partijen als de PVV, die ook ooit zover waren, die gaan daar ook weer in vervallen. Het is gewoon verval. Het is gewoon verval, inderdaad. We kijken gewoon naar een hele langzame plane crash. Ja. Beter te waarborgen. Nou, ik zie de voorstellen graag tegemoet, maar volgens mij had ik het hier niet gehoord tijdens dit begrotingsoverleg, waar je concrete voorstellen kunt doen. Maar ja, een verkiezingsprogramma is leuk om te lezen, maar het gaat erom wat je hier doet aan voorstellen. Ja, maar prima, ik zal het verkiezingsprogramma op dat. Ja, is dat zo? Is dat zo dat daar gaat staan, concrete voorstellen doet en dat dan is inderdaad wat waarnaar wordt geluisterd? Nee, je loopt alleen maar precies de vijand in de hand te spelen over wat je wilt doen en hoe ze dat bij jou moeten wegkapen of whatever the fuck. Dit is fucking media momentje, mensen. Ik snap het. Het zit allemaal zo naïef te doen in die Tweede Kamer, alsof het fucking niet één grote optisch spel is, weet je wel. Van neurolinguistisch programmeren en mensen proberen een bepaald imago voor te houden. En weet je wel, alsof het aan de andere kant allemaal niet gedaan wordt. Dat al die beleidsmatige opstellingen en moties die worden gedaan, dat is ook allemaal in de sfeer van een bepaald narratief creëren en weet ik veel wat allemaal niet. Het is allemaal retoriek, al die politiek, weet je wel. Dat is nauwelijks echt daadwerkelijk praktisch eens uitvoeren. Zoek ze daar nou de camera op, joh? Ja, misschien ja, wel. Hè, toch ja, wel. Zit gewoon te flirten hier. Zit een beetje hier camerageniek te zijn alles. Dat punt een keertje nalezen. Voorzitter, we hebben een begroting gezien van honderden pagina's. Ik heb niet aan alle aspecten aandacht besteed. Ik heb uitgezoomd en aan de hoofdlijnen aandacht besteed. En de belangrijkste en voornaamste taak van het ministerie van Justitie is het waarborgen van de rechtsstaat. De rechtsstaat staat onder druk. Het systeem is corrupt. Die problemen moeten aangepakt worden. Want pas vanaf dan, wanneer Nederland weer een bloeiende democratie is en een functionerende rechtsstaat, dan is het een kwestie van tijd tot al die tot Gideon weer in de nacht verdwijnt naar waar hij vandaan kwam. Die
die andere problemen die ons land nu naar de knoppen helpen, ook snel zullen worden opgelost. Ja. Oké. Al die andere problemen. Ja, dat komt dan ook wel een beetje vanzelf, hè? Daar zou je zeggen, of als we een hele goede democratie hebben, dan blijkt het in één keer dat het allemaal niet zo slim was geweest. Ik denk, oh, dan gaan we zelf ons eigen land naar de knop helpen. Want heel erg rationele wezens zijn we momenteel ook niet met z'n allen, vind je? Dat we zelf ons eigen land naar de knop gaan helpen? Ja, sommige mensen die wegkijken. Ja, maar als ze dan geforceerd worden om bij de politiek te moeten doen? Nou, ik denk dat je dus inderdaad iets op je kerfstok moet hebben voordat je toegang hebt tot de politiek. Wat? Wat op de kerfstok? Ja, dat ze chantabel moet zijn. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling juist? Ja, maar dat zijn ze toch heel vaak wel. Ja, dat is nu een beetje, dat het systeem is corrupt als de pest, daarom. Nou, dat komt nou naar buiten, maar dat is gewoon, al heel lang. Maar als je dat openbreekt en iedereen, vanaf zijn bank gewoon een politieke partij beginnen. Ja, moet je het openbreken, hè? Dat heb ik soms ook wel eens. Moet je een oude computer, moet je daar zo... Je moet het ultra toegankelijk maken. Je moet echt gewoon dat een of andere Apple gewoon ergens in een groot... Gewoon een of andere zwerver die een telefoon vindt, die kan gewoon zijn eigen politieke partij beginnen en de verkiezingen winnen. Zo laagdrempelig zou het moeten zijn, vind ik persoonlijk. Als je stokkaarten hebt, ga je hem ook niet meer repareren. Dan pak je het, je doet hem in doosjes, je doet het met papier en je pakt een nieuwe stokkaarten. Je gaat niet dat repareren. Wie gaat een stokkaart repareren als men wat? Repareren in de politiek, als het al zo verrot is. Het wordt alleen maar erger. Hoe repareer je een pak stokkaarten? Ja, door een nieuwe of een ander spel gaan doen. Ja, het is een beetje figuurlijk misschien. Dank u wel. Dank u wel. Nou, dat was het dan. Ja. Gelukkig. Het is allemaal wat. Ja, heel veel in de chat. Ja, dus even kijken hoe het een. Is het? Hij moet weer gescrolld worden, jongens. Ja, ik pak hem er zelf ook heel even bij hier. Dan gaan we eens even praten met de boys. Eens even kijken. Wat hebben we allemaal hier? Joey zegt links en rechts zitten vast in het midden. In de Tweede Kamer is het theaterstuk voor het Eerste Kamer en de lobbyisten. De Eerste Kamer is 10 keer zo belangrijk, maar die dienen het WEF, Klaus Anaalschwab natuurlijk. Wouter Stroeven zegt, zodat de Oranjes gewaarborgd zijn. Ja, je hebt wel allerlei regels rondom het Koningshuis, wat allemaal vaag is en zo. Ja, dan met de volgende wat er staat is ook wel dat de bloedlijn niet meer echt is. Hè? Dat heb ik ook wel vaker gelezen. Ja. Daar hebben ze het niet over. Hè? In de Bosperians podcast, die op podcast clip staat, daar heeft Peter Toon het ook over echt blauw bloed of zo dat ze zouden moeten hebben. Maar het is bij wijze van spreken. Dus hij zegt van dat het letterlijk dus over meer koper, over hoger kopergehalte in het bloed gaat. En misschien wel iets van reptiliaanse afstammeling of zo, hè? Ik weet niet. Poep en stront, zegt Saske Kampstra. Oh, dat ging vast over de politiek. Ja? Dat zou wel kunnen. Dat kan anders. Ja, dat is niet anders. Okay. En Rico... zitten we naar te kijken dan? Ja, weet ik ook niet. Gideon zaten we naar te kijken. Ja. Ik heb er soms een stukje van mij heb medelijden met die jongen. Wat dan? Ja, gewoon een beetje dat hij zo aangevallen wordt. Maar hij zegt het gewoon wel. Wat eigenlijk, ik hoor eigenlijk niet zoveel. Maar als je bij de AfD gaat, dan weet je dat je gewoon van alle kanten aangevallen gaat worden. Niet meer in de politiek, ben helemaal klaar mee. Gewoon, echt. Ja, het is ook niet alsof ik stem op de FVD, weet je. Ik vind het wel goed wat ze doen, maar ik voel het niet goed om te stemmen op zoiets wat zoveel momentum heeft, weet je. Ik ben meer van de underdog. Ja. Maar aan de andere kant, ze zijn ook wel een beetje de underdog. Het is wel hoe meer ze gebombardeerd worden, hoe meer sympathiek ik voor die gasten krijg. Dat is een beetje hoe het werkt. Weet ja, nou, inderdaad. Als ze alle ruimte zouden krijgen, dan zou ik ze... Ja. Nou, maar dat is heel slim, toch? Weer. Heel doorzichtig ook eigenlijk. Ja, misschien wel. Misschien wel. Daarom. Ja. Okay. Ik vertrouw ze allemaal net zover als dat ik ze zie. Kijk, zoals ik jou zie, dan heb ik liever als dat ik... Net zover als dat je ze kan gooien. Ja, dat klinkt weer gewelddadig, hè? Nee, ik vind het wel een mooie. Ik vertrouw je net zover als dat ik je kan gooien. Maar het is wel misschien, fat-shaming of zo. Nou, ik gooi nooit niet graag met mensen. Dan ben ik toch echt wel heel erg... over mijn limiet heen. Nee. Wou ik geen gewoonte van maken. Het is een bij wijze van spreken, hoop ik. Niels zegt dwergwerpen. Ja, zie je, dan krijg je dat soort dingen. Weet je hoeveel mensen je dan achter je aankrijgt als jij 10 keer zo groot bent? Dan moet je heel juridisch apparaat... Ja, maar het stelt wel dat dus dwergen of mensen die kleiner zijn, ik weet niet precies hoe je dat wil noemen, in de meeste respecten. Maar dat is misschien ook weer beledigend. Kabouters, gnomen, elfen, het is allemaal... Zo'n magische wezens. Nee, maar dat omdat ze dus verder kan werpen, dat ze dus meer betrouwbaar zijn. Ja, maar dat komt dan van de... waar zat er vandaan komen? Van welke emotie? Nee. Angst. Wat dan? Dus dat als iemand groot is, dat je angstig bent en daarom niet kan vertrouwen? Nou, je hebt ook het verhaal van David en Goliath natuurlijk. Maar ik denk dat de meesten het formaat toch wel... Maar kleine mensen hebben ook kleine handjes. Ja, en grote zwansjes.
Is dat zo? Ja. Is misschien dat het de L-formule zo, hè? Zo, klein, mijn vriend van mij die was behoorlijk klein en die zei altijd, ja, maar vergeet niet, hè. Vergeet niet. Wat is dat dan? Als je groot bent, kleine piemel. Als je klein bent, groot piemel. Ja, zoiets. Dat is wel grappig. Dat is, de L-formule. Ik ben zelf ook niet al te groot. Dus ik ben het er wel mee eens, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb niet zoveel vergelijkingsmateriaal. Tenminste. Dus die kabel is echt helemaal naar de gat voor gewoon. Daar hebben we helemaal niks meer aan. Nou, hij doet het in ieder geval nog. Blijf er maar vanaf. Nee, ja, maar net, dat deed hij het niet. En die kabel is helemaal rood en shit. Het sneeuwt nog niet. Dus. Ik moet wel even mijn shit in orde krijgen hier. Nou, hebben we nog wat interessants in de groep? Je minderwaardig voelen en opstellen, zegt Joey. Nou, dat is niet leuk. Als je klein bent. Gewoon denk ik gewoon sowieso is niet leuk je minderwaardig opstellen en je klein voelen. Vaak ook niet echt nodig. Een beetje uit je schulp komen kan geen kwaad. Lion. Ja, ik ga denk ik richting een einde werken. Wat moet je gaan titelen zeker? Een titel? Nee, ik heb deze al genoemd Spicy Poppenkast. Ja, oh, hij zegt spicy. Wou je hem nog één keer even doen? Ik vind hem wel leuk even om mee af te sluiten. Kan maar even. Even Spicy Poppenkast. Ja, ik ben gewoon heel erg fan van de stomme dingen die ik zelf creëer. Eens even kijken. Daar word ik altijd gewoon vrolijk van. Ik moet eerst even deze weer even uitzetten inderdaad, ja. Pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Was dat unaniem? We hebben daar in de fractie uitgebreid over gesproken. Een pittig gesprek. Maar welke stilzeggingen zijn er gedaan dan? We hebben een pittig gesprek gevoerd. We hebben een pittig gesprek gehad. Ja, dat weet ik. Maar wat kunt u beloven? We hebben een pittig gesprek gehad. Wij salsa. Wat kunt u beloven? We hebben een pittig gesprek gehad. Dat is het enige wat ze kan beloven. Ja, het is wel typisch VVD natuurlijk. Hè? Dat is, wat kunnen ze meer beloven dat ze dan alleen maar pittige gesprekken daarbinnen hebben? Dat is toch logisch. Het gezicht, hè? Geef mij kippenvel. Wat van Sophie? Ja. Geef haar gezicht jouw kippenvel. Dat is echt zo'n die print je uit op een dartboard, weet je niet? Ja. ja, weet ik niet. Met liefde, hè? Ho. Met liefde? Ja. Oké. Nou ja, heb je nog iets te melden? Mensen in de chat hebben een pittig as fuck, zegt The Max Dragon Mad Moker. Al ging het dan nergens over. Ja, is in de Odyssey chats ook niet zoveel meer gezet. 24 mensen die op Odyssey kijken. Er zitten 9 mensen in de Club Allerhoed. We gaan nog even een fine-tunen. After this. Wat? Fine-tunen wat? Fine-tunen, ja. Kijken waarom die chat niet vol en zo. Maar dat soort dingen. Oh ja, dat is wel slim inderdaad. Ja. Nou, we zitten nog verder in het geheugen. Ja, inderdaad. Opbouwend bezig zijn, Peter. Nou, dan bedank ik iedereen die wel heeft gekeken, ook al was het niet op YouTube. Dus de paffie gaat gewoon door. Dus als het goed is, zijn we zondag wel gewoon terug. Want volgens mij, gelukkig, ik zat ze goed te kijken en volgens mij duurt het maar een week, die band die ik heb. Dus als het goed is, kan ik zondag gewoon uitzenden. En ik heb zondag een leuke uitzending met de jongens van... ja, zeg maar. Def B. Ja, maar weet je, die band nou die ze samen hebben gesteld. Pas met een nieuwe plaat, joh. Verkeerd verbonden, Jezus Christus. Verkeerd verbonden. Ik had een mail gestuurd en ik als titel genoemd Goed Verbonden. Ja, dat is verkeerd. Verbonden. Dat is een rebus. Ja. Ja. Nee, ja, maar hij is wel een dope gast, die man natuurlijk, hè? Ja, MC Steph en Def P en... Ken hem van de Beatbus. En de derde die ik even... Ik heb hem al bij gezeten, hè? Even niet binnen geschoten. Maar ja, in ieder geval, dus daar gaan we leuk zitten. Gaan we zaterdag opnemen, zondag zend ik die uit. Als het goed is, dus kanaal weer vrijgeven. Ik ga voortaan alleen nog mijn livestreams doen op Twitch als het gaat over muziek en zo. Ja. En dan wel gewoon Paffie sowieso live. Ik heb die volgende week ga ik live met Chris ook als het goed is. Chris van de Ende, word ook lachen. Dus een hoop leuke dingen die weer aan het verschiet. Nou, we zetten in de agenda, hè? Ik ben wel blij als ik weer vrij ben op YouTube. Belletje aan. Als ik weer uit mijn hok... Oh nee, dat is, we zitten niet op YouTube. We hebben dingetjes om aan te zetten. Ja, doe gewoon het slimste is om mij gewoon overal te volgen. En probeer Odyssey ook eens uit, weet je wel. Dat werkt op zich best wel aardig. Ja, wereldwijd ook. En je kan er ook gewoon chatten, weet je wel. Het is een goede vervanger voor YouTube. Dus ik heb ook al mijn episodes geüpload daar. Is er een ander woordje voor verzinnen voor YouTube? Wat dan? Ja, maakt niet uit. Kots. YouTube. Kotstube. Iets wil er helemaal niet op lijken gewoon. En dat iedereen toch wel weet wat je dan hebt. Je hebt de buis. Je hebt ook een andere YouTube, die heet YouTube. Ja, dat lijkt erop. Ja, maar ja, goed, daar zit je toch in, heel dicht op de concurrentie. Ja, je moet ergens beginnen met die concurrentie. Maakt niet uit als er een concurrentie is.
Nou ja, ik bedank iedereen in de chat. Enrico, Cosmo en de Max Dragons. Ja, en Jurren en Ewout en Niels en Nicky Rajin. En ik zie het allemaal Joey natuurlijk. Jack, iedereen in de Odyssey chat. Chemistry, Ordinary, Veteraan NL. En Open Gedachten. En ook de mensen op Twitch. Vergeet ook niet te volgen, dan komt het ook altijd helemaal goed. En dan, ja, nou, goed zitten, jongen. Wat moet dat er nu al uit, joh? Dus, oh, opwarmen, jongen. Opwarmen. Okay. Nou, fijne voortzetting van whatever the fuck je aan het doen bent. Later! Dus.